Well, there we go. Oh god, het is nog steeds niet aangepast. Kerstfoto. Ja, ik zal straks even kijken. Ah, ja, het is al bijna weer kerst. Ja, dat is nog 9 maanden en dat is weer relevant. Of je gooit er een paar paaseieren en hartjes bij voor de lente en dat is ook weer goed. Je kan gewoon de sneeuw laten staan. True. Oké, Brouwer, bepaal even waar jij zo meteen wilt doen. Start hem door op het moment dat je weet waar jij wil gaan vechten, dan zal ik het voor je beschikbaar maken. Maak jij je plannetje en dan zal ik groep teleport aanzetten. Kijk hoor, even de map afspeuren voor leuke dingetjes. Leek mezelf bij het GC-groepje vroeger dan straks. Ja, kan ook. Toch om een dood, dus. Ja. Maar dan positief zijn. Start ik hem door. Ja. Ik heb een leuk plekje. User left your channel. User left your channel. We all gotta die now. What the fuck? We all die. Fucking hell, Flanders. Ja, je kan ook van ons. Brouwer naar het vliegveld. Oh, PT. Ik pak hem mee. Je wil het vliegveld brouwen. Ja. Oh, je gaat echt bij hun? Oké, good luck. Succes! Hij duurt al even zo. Waar is die shit? Oh, die direction is daar. Hey, go. We moeten wel shifty delen. Ja, nee, op het vliegveld. Jullie zitten allebei vol volgens mij nog. Dit is grimmig. Nee, niet droppen, Bo, niet droppen. Nee, je hebt alles nodig. Til je maar ergens naartoe dan? Oh, there we go. Kijk, ik heb ook nog een V3 gaat lopen, wat ik niet nodig heb, of wel? Er zijn nog V3 gaat lopen, dan gaan we er mee. Dus gaan we gewoon bij. Ja. Ja, nee. Ik heb ook 3M9, Mike. Waarom? Pistol. Ik heb geen pistol. Jawel, je hebt een pistol. Ik heb een normale radio. Nee. Kijk, we hebben deze. Ja, ik kan gewoon een normale frequentie instellen. Ja, jij wel, maar je bent apart. Ik heb helemaal niet bij. Jij bent de leidinggevende, dus jij kan het met jouw radio doen. EO is geselecteerd. Ik heb een airport gezet. Weet je wat ik eventjes snel doe, is dat ik gewoon iedereen die het dashboard geef, zodat ze... En het noord en dan knallen we elkaar af. Ja, gewoon met een micro-dagger frequentie in kunnen stellen. Zullen we gewoon 31 uur doen dan? Ja, gewoon 31. Laat even fatiek aanstaan. Oké, ik flikkert even een dagger op de grond. Dan kan je je frequentie aanpassen. Als je het gedaan hebt, flikker hem weer op de grond. Geef hem door naar de volgende. Iedereen op dezelfde. Oh, wacht. Waarom heb ik hem afgepakt? Nee, en no. Frequentie 31. Daar je go. Helemaal vergeten. Ik wacht wel. Pak hem wel. Oh, nummer 51. 50. Mijn. Moet je hem eerst switchen? Kut, ja. Godverdomme. 31. Loren, check. Oh shit. Check. Okay. Hallo. Mijn radio werkt van. Yo. Sorry. I regret everything. Voor mij werkt dat. Oh, je hebt van wel 31. Ja, back. Jij wel. I'm reason. Special. 31, ja? Maar dat snap ik niet. Yes. Dat is gewoon uit de rij voor mij. Volgende. Ja, ik ga die kleur nog wel iets aanpakken. Ik ga wel gezegd dat blauw eruit. Check. Check. Oké, welke knop gewoon dat voor die long range om de frequentie in te zetten? Alt P. Jesus Christ, staat in de fucking hell. Best hard. Ja. Dat was de command nog alweer om de rode cirkel te laten verdwijnen. Ik heb de EO geselecteerd. Nee, als het goed is, blijft hij zitten. Kick pas in op het moment dat je. Check. Ik heb de tijd even opgerekt naar 9 minuten. Ja, oké. Werk. Eigenlijk doen wij die countdown helemaal verkeerd. Leef op de grond. Hij moet eigenlijk optellen in plaats van aftellen. Check. Huh? Nieuw gooien. Als iedereen klaar is, hoor ik het wel. Ja, ik denk, let's go. Hebben we allemaal de radio ingesteld? Ja, ik heb van mijn schouder al. Krijg je ook helikopter pick-up aan het einde? Of? Ja. Nou, ik hoop het. Daar ligt er weer spul op de grond erop. Blijven ze gewoon echt liggen of gaan ze op een gegeven moment gewoon weg? Blijven echt liggen. Wapens blijven liggen. Lijken gaan weg op een gegeven moment. Oké.
Ik ah, als ik even een huisje gevonden gejat. Dat ik daar mijn magazijnen in gooien. Ja, ja, dat is wel slim. Huis weg. Rip. Het gerold. Heb je al deze rode gesteld? Was het rode? Maar het is gezakkeld. Krijg je even check? Check. Ja. Check. We zijn bezig met die radio's kutten. Jij hebt geen C. Heb je al een ik plan? Ik heb het trouwens. Ja, zeker. Zeker. Heb jij hem gejat? Kaart. Als mensen nog een dagger zoeken, die module werkt op heel veel FIFA, toch? Nee, alleen in die cirkel. Oké. Radio check, bootje. Check. Liam. Hello. Ik heb twee daggers in mijn rugtas. Yo. Iedereen werkt? Ja, maar werkt wel. Irritant. Wat? Ik ben medic. Maar zijn night vision werkt niet. Jawel, night vision doet wel goed. Die wil je niet op hebben, nu dat van blinkjes alles. Ik zie wel jullie. Extra moeilijk. Dus gewoon nu night vision ophouden. Hij hey, hè, met zijn geklik. Execute instant. Oh, dat klikgeluidje als je die. Ah, fucking hell. Okay, van, je moet je haan drukken voor zit even de brightness uit te passen voor de night vision. Press G. Night vision is een beetje wazig nu met die nieuwe AS-patch. Nee, met het wazig is het goed, maar een heel klein beetje. Kijk, kan wel je krachtige zon in kijken nou. Oh, ik vind het allemaal wel beter. Ja, inderdaad, met je night vision. er worden niet zoveel night visions gemaakt. Dat is bijna mogelijk. Ja, maar weet je wat het verschil is? Nu is een night mission, even kijken, voor die ace update, een night mission is gewoon een normale missie, alleen met de groene filter. Ja, nou ja nu, precies, inderdaad. Daar moet er wat meer over nagedacht worden. Ook niet van. Veel te zwaar. Dus nu wat we moeten nadenken, what the fuck is dit voor shit? Ja, zal ik nu de hele dag op nog iets moeilijker zetten, maar dat moeten we. Jongens, we hebben nog maar 3 minuten. Ja. Back. Ik ga eventjes de timer ophogen, gezien wat ik niet, ja, ik doe dat wel even, wacht maar. Heb ik al gedaan, heb ik al gedaan. Oh. Ah, hey, jeetje jongen, echt serieus, schiet zo in je poot. Dat kan niet, want de cijfer staat er nog op. Toch ga ik proberen. Ja, nok hem even een tik. Ik ben geen fucking... Dan doe ik het gewoon straks net daarna, joh. Nou, je bent niet te veel aan het micromanagen. Echt, hè? I will remember. Dat je in principe is dat om de vuurteamleader, om de subgroep te bedenken. Je moet het gewoon een richting geven. Heel simpel. Ja, zeg gewoon waar we zitten. Afwegen hierheen, zoek het maar uit. Oh, okay. God. Ik ken dit plekje nog van... Ja, heeft hij wel leuk. Die wilde op het daar. Van Project ja, Arc. Pakken. Pakken. Momentje. Dit is gewoon één grote kale vlakte. Pak heb jij last van? Ja, pakken. We kunnen best. Oh, moet ik hem pakken? Ja, ga erin vliegen. Want dat zijn echt enterbare gebouwen. Oh. We hebben hier cover en we hebben hier geloof ik cover, dat is ongeveer het hele Ik heb nog trauma van de menu van vorige week gebouwen. We zijn wel lekker snel Alpha stuk. 1 op de hoe heet dat? Wat heb jij voor hoofd? Gast. Dus, ik ben een pot. Gewoon de teamleaders even bij mij hebben. Ja. Okay, hij heeft vandaag geen zonlicht gezien, hè, dus... Oh ja, net zo'n... Oké, jongens Alpha 1, jongens Alpha 2. Ik ben 1. Hoi, ik ben 2. Lenders, ik wil jou op deze compound hebben, hier. Kijk op de map, zul je het zien. We hebben hier een aantal ingangen. Kun je gewoon even laten dekken. Sven, ik wil jou en je hele team wil ik verspreid hebben over deze Enterable Building Zero. Dat zijn containers. Hier. Waar Alpha 2 moet zitten is container. Oh, maar welke gebouw wou je wel Enterable? Want ik ken dat vliegveld niet zo heel goed. Maar... Dit alleen. Oké, dan wil alleen ik... Alleen dat. Maar dat zijn alleen maar deuren. Oh, jullie zijn serieus. Nou, dan heb ik in ieder geval nog steeds Alpha 2 daar hebben bij die containers. Dan kunnen ze in ieder geval dit gedeelte hier dekken. En hopen dat ze hier overheen kunnen kijken en ook dit kunnen dekken. Terwijl Alpha 1 ook hun achterkant beschermt. In ieder geval, als iemand neergaat, jullie zitten dicht bij elkaar. Jullie kunnen elkaar helpen. Jullie kunnen elkaar bereiken door dit gat hier. Anders even om te lopen. Laat dit stukje in ieder geval, want dan kunnen jullie elkaar niet meer bereiken. Of via dit gebouw. Ja, zeker zo. Ja, snap jullie het? Zo het. Ja, ik snap het. Nee, ik denk dat het bij Cup ligt. Vlinders, denk ik ook aan jou, want ik de orde een tik. Ja, ik vind het prima. Ja, dus jullie zitten niet zo ver van elkaar af, maar je moet gewoon alle sectoren zien te doen. Jullie kunnen alle ingangetjes kunnen jullie verdedigen met één of twee soldaten. Hier, mm-hmm.
Dus ja. That's it. Oh, wat wil je op mij? Exactly. Geen mee. Ik ga eventjes de timer verhogen als je het niet erg vindt. Alpha 2, Bangwing, Cheyenne, Dutchie, Tibalti, kom. Ja, we zijn niet zo snel. Nu moet je nog steeds bij mij blijven dan. Alleen ik heb nog steeds geen actie. Hey, een leuke tas op. Pack de teleport. Ja, kan die teleport aan? Ja, enable group teleport is dat. Ik heb niks gehoord van Brouwer dat hij aan kan. Oeh. Is iedereen verder kan gaan gezeik en dingen? GG. Alarm? Oké. Okay. Oh, sorry. Okay. Sven, is jouw team ook in orde? Alarm. Dit en dat duurt lang. Dan kunnen we gaan teleporten. Oh, eindelijk, we kunnen gaan, we gaan dood. Jongens, kijk, dit is onze defense-locatie. Nee, één ding. Dit is ons. Dit is waar we moeten defenden. Dat weet ik echt. Nee, er zit hier een gebouw achter. Ja, maar dan... Nou joh, hoe wil je door die raampjes heen schieten? Jongen! Alpha 1 Elite. Elite, go ahead. Moeten wij in het open blijven of kunnen wij ook een huis gaan garrison? Dit is ook een huis gaan garrison. Ik heb anders wel een mooie gevonden voor jullie. Kijk, je kan ook volgens mij de EEO weer verplaatsen, of niet? Sven! Zoeken. Wat? Ja, dan gaan we daar maar beter heen. Dat is tenminste de defense. Ik ga dat ook huis, ja. Dat huis kun je nemen, dat witte huis. Ik heb een EEO suggestie op de kaart gegooid als je zo iets zoekt. Dat gaat hij ook echt meer. Prima. Dat is denk ik een betere defense locatie ook. Zitten jullie allemaal op jullie box? Oh. Ja. Ik sta constant rood, ik ren nog ineens. Ik kan niet rennen. Oh, we gaan maar allebei rennen naar boven en dat dan verdedigen, Bo en ik. Oh. Jullie twee, nou ja, we moeten sowieso Shifty erbij hebben. Ja, en Shifty rent over heen en weer. We daar ook nog een paar huisjes in het zuiden. We moeten wel in één gebouw zitten. Oosten, bedoel ik. Waar de fuck staan we eigenlijk? We zijn, momenteel zijn we hier. Oh, ze moeten richting het oosten. Jongens, volgens mij we hebben een nieuwe EO. Sven, ook weer terug. We gaan naar een ander team met die Baltic. Andere kant. Hey, blijf hier. Zuidelijke barracks nemen. Een bootje drop even wat, joh. Ja, jullie moeten allemaal richting het oosten, zijn we midden in EO. Drop maar gewoon een stukje ammo. Ja. Je bent te zwaar. Meen je dat? Hier heb je die twee barakken, dat maakt een perfect kill zone. Jongens. Nou, dan stel ik voor dat, dat Alpha 1 het ene gebouw neemt en Alpha 2 het andere barracks gebouw neemt. Alpha 1, wij pakken de meest zuidelijke barracks. Alpha 1, wij pakken de meest zuidelijke barracks. Ik zal voor twee mensen aan de oostkant, twee mensen aan de westkant. Team blauw aan de oostkant, team rood aan de westkant. Oké. Dit is het. Sasha, jij gaat bij Alpha 2, dan ga ik bij Alpha 1 even staan. Alpha 2, kom even naar het meest noordelijke barak. Alpha 2 in het oosten, waar we nu zijn. We moeten naar het meest noordelijke gebouw. We nemen de twee witte barakken nemen we. Oké. Gaan we vast naar boven. Niet via de ladder. Hey. Niet via de ladder. Gewoon door het gebouw heen. Dat is een goede manier om gelijk voor je kop geschoten te worden. Ja, precies. Zorg dat je allemaal een 360 kunt maken. Kunnen we niet. Normaal een 360? 360? In rechts. Waarom? Eerst ik denk dat het verstandig is om allebei op de jongens. Ik zou wel blij zijn als we dit... Sean! Ik ben blij dat ik 5 graden heb. Hey Maarten. Hey. Ik wil niet veel zeggen, maar we hebben ook echt gewoon geen zicht op dingen. Nee, ga maar naar boven. Wat over hier? Noord. Dan ga ik gewoon zuidoost zoeken. Ja, ik heb van dit kamertje wel een goed uitzicht over alle dingen. Oké, jij zit hier. Dat wordt een beetje openlijk, ja. Wat gebeurt er daar?
veel zeggen. Ja. Oostelijk hebben we trouwens gewoon het strand zitten, dus weinig kans dat daar... Maar ik heb wel goed zicht op die noordelijke weg weer. Ja, Dutch, blijf jij wel hier? Ik geloof wel, random span. Ja. Marten. Ja? Neem dit meeste gebouw. Bo zit aan de andere kant. Ja, dat had ik al. Maar zal ik anders... Oh, units is 19. Ja, dan moet ik denk dat het niet handig is dat ik buiten ga staan. Nee, blijf hier. Oh, shit! Wat? Oké. Okay. Sascha. Dat zijn mensen die de ramen uitschieten. Ah. Dat is... Dat was... verkeerde. Contact Zuid! Waar ben jij Sven? Jesus. Hi. Goed luck, jongens. We're all... Gezien! Iedere contact is Zuid. Oh shit, hier is een massive opening. Ja, hou jij die bij de gaten? Ja. Ik weet niet wat waar de rest zit van mijn link. Dus. Dus Maarten zit hier aan de andere kant, die heeft ook zo'n gapend gat aan die kant. Alpha 1, is de medic. Kunnen jullie een van de deuren aan de noordkant van jullie barakken open doen, alsjeblieft? Dat is goed, dat is een C, moet dan uit. Wow, what the fuck was dat? Dat was een genade. Deur is open. Je hebt gezien dat, Jan. Je ziet wel de flitsen in die andere huis de hele tijd. Yep. Nou, ik zit meer een beetje zuidwestelijk te kijken. Ja, het zit bij niks die heuvel in het zuidwesten. Nope. We zien ze nogal wat snijpersparen hier. Ja. Die kunnen best wel nasty vanaf. Voor zorgen dat je niet bij een heuvel in de buurt bent. Dan denk dat we hier wel een kans maken. Tegen de setup. Want één, alleen gewoon dit ene raam is handig, maar... Of twee rustig. Ja, inderdaad. Je ziet niet heel veel, nee. Oké, is het hier? Wacht, als ik hem neer zet. Qua locatie is hij... Oh, je gaat met z'n tweeën hier zo zitten? Ja, hier. Maar gewoon voor hier. Ja, hij was het hier. Oké. Nou, well, gaat met jou. Beter een kamer verderop kunnen gaan. Rustig, veel kans om in mijn rug geschoten te worden. Dus gaat best. In je rug is geschoten worden? Nee, leeg. Nou, kijk soms hier naar links en dan zo van, heb je daar ook nog, weet je. Ja, dan ga je toch gewoon hier zo'n beetje staan. Je hoeft niet zoveel daar te focussen, dat is Maarten. Die daar zit. Oh, dan pak ik die hier daar zo. Ja. Dan heb ik iets meer zuidwestelijk nog. Ja, dat vermoed ik wel. Echt dat ik het zag in het noorden, tussen die barak en die... Kom een voertuig. Westelijk voertuig. Wat voertuig is het? Het klinkt als een UAZ. Nou, dat is gewoon... UAZ neergeschakeld. Neergeschakeld, Wils. Wat de fuck, mijn Nederlands. Dank Zuidoost. Zuidwest in de airfield al.
beetje je zorgen hebt gemaakt en uitgaan van de vorige keer. Hey, dat is niet iemand. Ja, schuiden wordt er wel echt iets. Deep here friendly, of niet? Ja, er vloog er een friendly, als we gaan even aan het leggen. Net zoals vorige week, lekker rustig eerst. Wat een chaos. Ik vertrouw het echt niet. Vorige week was het erger. Ja. Iedereen is nog op, toch? Vele teams. Dat twee nog helemaal op, het is heel rustig. Alpha 1, hup. Bo, DM status? Levend? Mooi. Raad genoeg. Voertuig westen, snel. Pax gesignaleerd zuidwest. Waarom krijgt Alpha 2 al content? Geen idee. Zuid krijgt alle fun, ook jammer. Ja, wacht maar. Kan wel kloppen rond de... Operation Beat Shield. Hoe krijgen we Reynolds hierbij? Die kan gespectaten. Zuidwesten lopen ze de airfield in. Voertuig, zuid. User joined your channel. Gebouw in het zuiden is aardig aan het afbrokkelen. Zuidwest, close. Ja. Bo, DM, kunnen jullie naar het westen komen? We gaan verkassen. Ja, het is hier behoorlijk... Sorry, Bo, DM, kunnen we naar het oosten van dit gebouw komen? Ik laat Alpha 2 zich herpositioneren in het andere gebouw, omdat dit gebouw op soort staat. Ik was net down, ik ben nou weer ook. Dus kijk voor die hem. Ik sta me ondertussen aan bij het gebouw in het noorden. Waar ongeveer? Ja, maar dan zit ik in de muur. Ik zag net daar een paar personen en nu komen in ieder geval daar. DM bootjes zodra jullie up zijn, kunnen jullie onze kant op komen? Dus richting het oosten van het gebouw, het balkon. Mijn zicht, oh ja, wel zicht op. Zijn er? Enkele
nooit. Oké, kom maar mee, rennen. Dit is de basis voor GC, ontvangt u mij over? Ik ontvang je. Tag neer. Reinhold is op de basis, mocht je helikopter support nodig hebben, dan hoor ik het wel. Als je veel wat kan komen doen, zou het op zich wel fijn zijn met de beurt. Om alvast een beetje support te kunnen geven. Oké, copy that. Sven is neer aan de bovenkant, ten uur van jullie gebouw. I died. Channel switched. Hey, hallo. Hoi, hoi. En ik ga er weer in. Eruit gecrashed of zo? Nee, ik was switch, ik was net dood. Oh, dit is zo'n missie waarmee je. Channel switched. Oh, Sokka. Ah. Maar met deze heli? Ja, sowieso. Ik sta wel klaar gewoon als transport. Ja. Ja, nou, ik zei, kom maar met de little bird, dus ik was met dat ding aan het opstarten. Maar... Nou, van mij mag je. Je mag air support geven voor mij hoor. Ik ben alleen transport. Ik ben Ivec. Oké. Dus ga je gang met dat ding. Van mij mag je. Ja. Ik ga wel even wachten op short. Die komt er niks zo aan. Dan komt hij weer in. Kun je met dit ding ook schieten of niet? Nou, ja, dat is zijdkunners. Ja, dat zal ik anders. Ik neem wel een zijdkunners slot hier. Oké, okay, is goed. Ik ben ook weer niet zo ervaren met vliegen en schieten tegelijk, zeg maar. Oh, daar heb je shock van. User left oh ja, maar ik ga even naar hem toe. Of jij. Okay. User joined your channel. Short. Short. Hallo. Ga je er zelf in pakken of niet? Ik pak je zelf alleen. Beter dat we met z'n tweeën zitten dan... Ja, nee, dan nemen we twee Ivex, oké. Okay. Heb je liever dat we met twee dochters komen? Reynold. Ja? Waarom pak je geen minigun? Pak de minigun. Wacht even. Bessio, pak maar.
En dat heb je erin. Dat kan je eruit kunnen zien. Ja. Oké, okay, mooi. Ga ik. Oké, okay, je bent mijn rechter, mooi. Ja, ze zijn op de... Ja, mooi. Ja, je kan het al zien waar we heen moeten gaan. Wow. Ligt nu die... ...molleke route? Ja, bijna. Ik zit er iets zuidelijker van. Ah, ja. Je kan zien dat ze nog lekker aan het vechten zijn. Dit is Transport Alien GC. Maar ze horen me zeker niet. Renald, kun jij het even doorgeven? Wat moet je zeggen? Zeggen dat we klaar staan om, om ons op te halen. Ik hoor niks. Dit is Transport Alien voor de GC. Wij gaan even op jullie op te pikken. Zeg je? Ja, eigenlijk tunnel vision. Ja, true. Ik zie dan wat bewegen, hè? Maar ik kan niet goed zien of dat friendly is. Een friendly zal toch alleen maar in de barakken zitten? Die zitten in het gebouw. Ja, de meest noordelijke van de twee die naast elkaar staan, zeg maar, parallel. Dat ook degene waar Dutchie op staat. Ik hoor niks. Ik moet even doorgeven, wat was het? Oké, okay, LZ over, begrepen. Wij moeten landen op LZ. LZ over, begrepen. Rode smoke, begrepen. LZ Alpha, we krijgen rode smoke. Oké, okay, begrepen. Ik ga even een kleine harde dal maken en ik ga erop gooien. Lekker los voor hoor.
Op LZ, op LZ. Iedereen in. Iedereen. Duurt lang. Voor het eerst hebben we wat eens gehad. Machine gun klinkt echt lullig naast het ding. User channel. Maar wat ik nog steeds wel erg vind is dat de... Short. Dat de helikopter, de transporthelikopter, long range radio nog steeds niet goed is, staat met zeg maar de persoon op de grond. Dat komt omdat de helikopters van Green Force zijn, maar wij zijn Blue Force. Maar ik zal dat zeker een keertje aanpassen bij de volgende editie, okay. Versie 2. We hebben ook onze eigen... placements kunnen neerzetten. Welke main op hadden wij eigenlijk? Pimming's missie? Tanoa. En dan Porto Trouble. Ik weet niet, ik vond deze PD best wel goed gaan eigenlijk. Ik ook? Wie was de GC? Ja. Ik. Goed gedaan, man. Voor het eerst dat we het halen. Ja, dat de omgeving heel mee heeft geholpen. Want nu hebben ze ons nooit vanaf een lange afstand kunnen raken. Maar voor mij was ik het de enige casualty. Porto Trouble. Ik was ook dood. Oh. Ja, Porto Trouble. Op Tanoa. Assault op een haven. Hint. Oké. Okay. Even. Haven. Avan. Oké. Gezien het aantal spelers, denk ik dat we weer voor dezelfde tactiek gaan. Alpha opvullen en dan met een support element erbij. Ik heb een... CEO, Alpha Lead, en je Alpha 1, 2 en Support of zoiets. Ja, kan wel. Dan ga ik gewoon als CEO, whatever. Oeh, admin abuse. Ja, tenzij iemand anders zegt van ik wil CEO zijn, want ik heb al een poosje niet ge-CO'd. Ze vermoeden dat er weinig vrijwilligers zijn. Wacht even, is het moeilijker dan net? Ja. Ja. Oh ja. Open zijn ja, altijd lief nog iemand. Is het daar echt met een. Liever eerst wat meer PD's doen, Brouwer. Ja. Wat? Wat? Hey. Niet overmoedig worden. Oké, okay. Alpha Squad Lead. No one else. Dus we zien Alpha 1 of Alpha 1-1 en Alpha 1-2 TL's. Teamleaders dus. Gaan we ook iets anders nemen? Ja, rustig. Oh, mensen willen zo graag die MMG's. Oké. Jongen. Wel één ding. Ja, het staat erbij inderdaad. De HMG is wel de Marksman DLC nodig. Oh god. Mooi. Oké, de rest is een automatic rifle, man. Oké, dan heb ik een... Huh? Een MMG teamleader nodig. Oké, nu dat klaar is, mogen de contributors slotten. Of ja, staan bij de eerste daar de contributors. En nou mogen de reguliere leden slotten. Ah. Moeten een medic hebben. Oh. Kleur Alpha 1 even vol, Alpha 1. Kleur, ja. Wat? Damn, wat wordt het?
Mm-hmm. Bij wie zit je liever? Moeilijke keuze, ik weet het. Ja. Je mag wel leiding geven. Je mag wel kiezen bij wie je in het team gaat. Ja. Je mag ook teamlead wel hebben, hoor. We zullen het onthouden, hè? We will remember this. Wil je veel ruis hebben over de short range of you niet? Fly Oké, okay, nice. Gewoon DM hebben haar hem geen spot geven. Iedereen is geslot. Hoi. Ik zit even te denken. Nee, laat maar, sorry. Dat is even bier halen, jongens. Denken moet je niet te veel doen. Ja, zeg het maar, Sascha. Ik heb gelijk al gezucht. Anders maak je van, hoe heet het, MMG1 wordt... Nee, laat maar. Nou, Dan, wil je met mij wisselen? Prima. Het is te veel wissel weer, dus... Ik hoef niet te wisselen, ik zit prima, joh. Oké, prima, dan start ik hem door. Wissel. Hier mijn stoel nu. Wissel, wat is het met wissel? DM, je kan erin als wapenjat als je per ongeluk doodgaat, hè? Laat ook wat doelwitten volgens over, alsjeblieft. Niets is dodelijker dan vriendelijk. De missie is nog niet gestart, maar ik krijg per ongeluk een kogel in zijn hoofd. Oh, oeps. Ja, niets is dodelijker dan accuraat vuur, bedoel je. Ja, nou, niets is accurater dan vriendelijk vuur, hè? Ja. Lekker scherp foto. Ik ga ervan uit dat iedereen even kut schiet, of het nou vriendelijk is of niet. Niets is vriendelijker dan accuraat vuur. Oh, die brandbok, die is goed, hè? Mm-hmm. Je bent zelf een brandbok. Ja, daarom was ik even AFK. Hoppa. Ik heb deze voor vanavond. Dan hoor ik jullie allemaal bitchen over wie welk slot wil, dan denk ik, ah, zwaar, ik heb een pilsje. Even wat houden. Oké, helemaal goed, joh. Als straks iedereen ingeladen is, kijk... Vrachtwaar als laatst gezien. Wauw. Oké. American flag, ja. Oh, veel AMD-users. Ja, is dus een beetje lage framerate heb ik weer. Weet niet, 1 FPS. 1? Ja. Je hebt toch een 1070? Oh. Ja, weet ik, maar op een of andere manier heeft hij er nou even geen zin in vandaag. Ja. En dan gaat hij weer goed, ja. Oké. Duurt even. Zeg maar, het was op het moment dat DM een slok nam, hoorde hij dit op de achtergrond met het gezeik ook. Dus wij zijn super speciale forces en we gaan een haven overnemen. Een haven waar militia-strijders zitten, want het gaat niet zo goed op Tanoa. Ja, we gaan de haven zuiveren en wij vermoeden dat zij in de haven een beetje achter onze voertuigen aan zijn gegaan. Die zijn namelijk gestald bij de stelde havenveiligmarker. Alleen, hoewel we daar wel vijanden omheen zien, zien we ze ook wel aardig wat aanwezig in een wat noordelijker compound. Deze hero. Oké, ja. Ja, dus we willen daar ook eigenlijk even weten, wat doen ze nou eigenlijk dus in godsnaam in die haven en waarom hebben ze die haven overgenomen? Als we daarmee klaar zijn, hebben we ook nog een vrachtwagen die we moeten onderzoeken. Oké. Okay. Maar die vrachtwagen rijdt ondertussen weg, dus tegen de tijd dat wij daarmee klaar zijn, dan is die in Vagalala. Nou, dat is de route. Kijk, Vagalala. Als je op de task zelf ook kijkt, we hebben geen bussen die off-road rijden. Dus in plaats daarvan is het OV gedaan door middel van een vrachtwagen. Alleen deze vrachtwagen is nooit aangekomen in Vagalala. En we vermoeden dus dat hij ergens onderweg op zijn route verdwenen is. Oké. Oké, mooi. Dank je voor de info. Dan start ik nu door. Admin Boos. User joined your channel. User joined your channel. Waarom geen RPG trouwens? Dit is echt
Oh, waarom heb ik suppressor? No. Ik heb een suppressor op dat ding. Ja, ik ben. Oh. Sasje. Ja, is vet, hè? Ja, heel. Sasje. Wat is er aan de hand? Sasje. Ik hoor je niet. Ik hoor je niet. Ja. Kijk. Dat is wel beter. Ik wil een door moeten drukken. Ai. Ik heb een microtag in mijn rugzak. Oh nee, ik ook. Ik heb ook iedereen. We hebben allemaal. Maar welke channel gaan we? Silencers. Wat de channels inderdaad wilden we verenigen? Ik ga eerst even aan Peck vragen wat jij hebt gezegd. Hoi. Oh man, de Night Vision is wel even wennen. Het is verbeterd, je krijgt geen blur als je kijkt. Dus... Ja, als het goed is, is de merk in de helikopter is bijvoorbeeld beter om de Night Vision uit te laten. Ja, maar de volk is ook minder. Ja. Maar ik ben al blij al dat de blur weg is. Geloof me, dit is ten opzichte van hoe het was veel minder. Alleen, uit als je Rio eigenlijk zo lijkt het mij, zoals ik al gezegd heb, ik denk dat dit leuker is dan... Nee, ik vind het ook leuker. Dit is echt leuker, zeg maar. Alleen ik, het enige echte nadeel vond ik de blur. Dat is het enige. Ja, maar die dat zeg maar één nadeel is. Ja. Heeft de AI ook dit soort zicht? Ja, volgens mij met testen was het best overpowered. Maar... Wat heeft dat te maken? Van, moet je nog even kijken. Je moet dan het zicht van de AI ook enigszins indenken. Ja. Je wilt toch precies. Dat is denk ik moeilijk te doen. Long range frequentie 50. Ik zet mijn voice op. Short race frequency 32. 32. Prima. Dan gaat Alpha op 31. Heel Alpha? Penguin. 32. Oké. 32. Hey jongens, 31 gehoord. 31. Oké. Okay. Alpha 31. We gaan op frequentie 31. Check extra 31. Ik heb meer dingen nodig. Nou, short range. Ja, we staan op range. Ik hoorde jou niet. Hoi, please, ja. Sterkte, bro. Ja, dat is helemaal geen idee. Wat staat de long range? 50. Maar alt P moet je aanpassen. En Ctrl Caps Lock komt op raad. Ja, die is correct. Ja, dat is correct. Ik heb een suppressor bij machine gun. Kap je dat onder? We gaan het zo nee. Alt P radiocheck, Reynolds. Radiocheck. Damn. Yep. Maar boven voor mij moet je naar de meeting toe. Of niet? Oh nee, wacht niet. Alpha 2 is geheel op radio 1. Dus MG1, kom check. Nee, ik ben niet is heel naar duidelijk. Oh. Dan gaan we de hele missie hebben. De speaker. Alpha 1 long range. Nee, ik zat sowieso vol. Alpha 1 long range check. Ik had er. Nou goed. Oh, oké. Het moet echt vernauwen, zeg maar. Dat maakt het echt zo anders. Oké, gents. Ik vind het snap. Dus, gaan we nog even 2 uur lullen over hoe crap deze Night Vision nou, het is een verbetering, er is geen blur. Ik krijg wel hoofdpijn ik, hiervan, ik vind dit best, ik vind dit goed in Burgen. Precies. Ja, maar ik denk dat ik hier wel knijt en hoofdpijn ga krijgen. Ah, vind ik jongen. Juist daarom is het nu al 5 uur ochtends. Maar kan je voor half uur is het licht. Weet je, daar heb ik rekening mee gehouden. Dus, oké, okay, dan wil ik jullie allemaal sigaret opsteken, voor mij gaan lopen, dan hebben we wat meer licht. Ik wist dat jij het kon. Niet. Oké, pijp mag ook dan. Go IRD back. Ja, in ieder geval daar in de buurt. Sven. Hi. In het geval je niet snapt waarom zij lopen te zeuren, ze hebben andere night vision dan wij. Wij zijn Overwatch team, dus we hebben wat bredere night vision. Oh, serieus? Maar de white. Oh nee, serieus. Ja, daarom dat jij bij de willen afmen. Ja. Daar zit een tactische reden achter. Dat is gewoon een moment dat jij. Dit is echt 10 keer fijner. Dit is trouwens Overwatch hebt, zou je juist een nauwere. Nee, juist niet. Hebben. Zeker wel. Omdat je juist Overwatch zijn juist, moeten wij grote visie hebben, zeg maar. Je moet jullie dekken. Alpha 1, 2, ik heb een route op de map gezet. Kinders met mij mee. Naar RV1. Kinders, oeh. Oh. Naar RV1 gaan we. Pinkman, ik heb geen zaklampje. Niet? Ik wel. Ja, lopen ik niet. Langs elkaar proberen. Op de kaart doe je. Daarachter staat een truck. In die truck zitten zaklampjes. Totdat we eigenlijk bij de eerste welkom. Ik heb gewoon voor de zekerheid. Ik dacht dat echt
ik heb gebruik gewoon de fucking test. Template volgende keer. Ik heb geen licht voor elkaar. Dus ik heb niet zien, shit zoals dit. Zien jullie er anders uit? Oké, wacht even. Dat we testen dan hadden we. Ik heb allemaal GPS, maar. Nee, gewoon fucking template maar. Wacht maar, tweede VTL. Wat heb ik eigenlijk allemaal? Anyway, Sas. Yo. Aangezien ik over het ben, voor alles ga ik gewoon met jullie mee. Dan heb ik ook een overzicht op de situatie. Wie was de Alpha 2? Shit. Short, hè? Alpha 3 CO. Fuck, was dat? Iemand, Short is weer bezig. Ik zal mij aansluiten bij MMB-team om het overzicht te houden. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hoe kan je die flashlight oké, kiddo's, something we gaan overwatch. Control, als als Alpha 1 in contact is, dan is het onze beurt om te vuren. Soms heb je ook een rode. CO, is dat dan Silas vuur of gewoon normaal vuur? Ja. Ik had hem niet, dus dat moet ik gebruiken. Hier zie je al een eenheden in die gereedte te trekken. Is mijn radio weer gereset? Wil je van mij hebben? Pistol of RPG hier. Ik heb hem. Ik ben gegeven. Heel raar, mijn long-range radio reset zich de hele tijd. Ik weet niet echt, ik wil alleen maar gehouden worden met gereis. Het kut is en 10.000 mensen die om elkaar houden. Sinds begin het jaar gestrand naar RPG toe. Ja, ik weet niet wat het is. Echt niet. Niet echt een loopprotocol. Die doet maar wat. Van de crack script ofzo, die is niet heel snel in het. Wie wil het licht worden? Ik denk het. Maar weet je, ik volg jou wel. We komen er wel achter, we gaan binnenkort even licht. Je hebt die flashlight uit die zak. Ik zit op mijn pistool. Onder zijn pistool. Weet je wat ik heb? Ja, dan moet je politie kort houden. Dus iedereen kut om dat vervelend. Ik kan de brieven. Guys! Go and ready! Wat? Kijk. Ja, oké, fuck het, wij gaan. Hier zie je al en dan heden en nogmaals indien gereed kunt u vertrekken. Oké, okay, let's go. Moeten wij onze IR's erop hebben of niet? Nee, joh. Oké, okay. Ik hoop dat hun het wel doen. IR-strops? Ja. Hebben we die? Ja, IR shit daar op het moment dat. Ja, grenades, maar. Ja, nee, die kan je op jezelf plakken. Die moeten hun echt wel erop doen, anders ga ik ze gewoon neermaaien. Ja, is goed, ik zat even vragen. Alpha 3 CO. Alpha, hier CEO, hoor je mij? Ja, Alpha elementen, check even of jullie squad leader zijn radio niet gereset is. Jezus, waar rent Sasje wel die heen? Ja, hij heeft de GPS, ik niet. Ja, ik zie hem ook zo wat niet meer op de kompas. In kompas? Ja, het onderste ding. Mijn long range zit op het verkeerde kanaal. Wens. Radio check. Ja, ik hoor je luid en duidelijk. De vraag of al jouw vrienden hier. Ik versta er weinig van. Als de vijand MVG's hebben, dan zijn we nogal makkelijk doelwit. ICO, wacht uit, ik ga het met hem even spreken. Dit is Alpha Lead aan CO. ICO, zend het. Kunnen jullie anders MG team eerst laten checken of ze MVG's hebben? Daar op de fucking. Dat was de bedoeling, wacht uit. Oh, daar is ik een guy bij die deur daar beneden. Zie je hem? Alpha, dus MG1. Bovenop die toren. Ja, die gasten hebben zeker MG's. Bovenop die torens. Kopje dat, dank je. Ja, die gasten zijn echt overal nu. Die is de machine gun faggot. Sven, toch? Ben. Ik laat je laser even uit. Ja, faggot, doe je laser uit. Laten we beginnen met die gasten op de fuel tanks. Links daarvan heb je ook nog twee gasten aan het einde van de kade. Waar zo? Welke kader? Daar bovenop. Ja, ik zie ze. Dat is de druidok. Kleurgroen is echt horrific, jongen. Ik zie daar nog een ventje. Laten we daar eens ook even focussen. Ik zie daar op de hoek van het gebouw ook nog twee. Ik zie er ook nog eentje west uiteinde van het druidok.
Zuidwesten. Oh ja, daar links helemaal het gebouw, ten zuidwestelijk. Ja, is dat ook nog? Die heb ik ook al aangewezen, die twee daar. Je hebt deze twee, je hebt die ene hier zo, je hebt twee die twee daar zo, en dan die hier, paar op de dak. En twee daar zo. Daar beneden is het ook nog wat gassies. Oh ja, inderdaad. Dat is een kleine barricade zo te zien ook. Ja, een kleine roadblock in. Maar ik ga wel eerst beginnen met die persoon op die toren dan uiteindelijk. Nee, het is geen roadblock, dat is verwacht. Nou ja, ik zie anti-tank barrières en een barbed wire op de weg. Dat ziet eruit als een roadblock voor mij hoor. Oké. Okay. Ja, ik heb hier nog één zaagkamp waar we in. Ik denk dat is een roadblock. Sorry, al laatste bericht. Alpha 1 is aangekomen op RV1. Oh, fuck it all. Even kijken of ik goed kan staan. Yes. Oh, bovenop het gebouw, west. Oh. Ja, die bedoelden we. In ieder geval. Oh ja, sorry. Oh, binoculars. Oh, fuck. Waarom niet die fucking Nine Knights? Zijn niet de Knights? Nee, ik heb een fucking binoculars. Dit is Alpha 1 aan Energy. What the fuck is this thing, man? Dat is druk op N. Don't blame me, dat is standaard. Nee, helemaal niet. Je krijgt standaard een Nine Knight. Zoals je de radio. Nee, laat me zitten. Ik heb mezelf al geadmin hacked. Als volgens mij is je radio weer gereset. Oh, hoeren. Waar gaat die van jou naartoe? Hoe bedoel je? Lammer. Dit is MMG 1, last call, zijn een haalbericht. Die rode stipjes op de map, zijn dat Pax? Yes, voor Alpha, yes, dat zijn Pax inderdaad. Oké, okay, copy dat. Kunnen we uit gaan schakelen of niet? Ik zit even te kijken om ons heen eigenlijk. Ja, ik kan sowieso die twee van die drydock nu doen. Die drie gasten op die tankers, die kan ik nu neerhalen op de één positie. Ja, nee, dat geloof ik best, maar dat staat ook niet. Ja, nee, ik heb mezelf nu ook gebipod, zodat ik vast zit. Afstand vanaf hier is 170 meter voor jou. Okay. Bij die eerst op de watertank. Die olietank, die groep van twee. Mm-hmm. Rechts is 200 meter. Oké. Dat zijn zwaar bewapende C-stadventjes. Ja, die kunnen nog wel neergemaakt worden door een 6.5. Klinkt gezond. Ja, ik ben ook ontzettend gezond. Ik weet er alles van. Ik heb de afgelopen paar dagen op een toren van 80 meter met min 5 gestaan. Ik begin hem ook te voelen. Heel sim. Dit is MMG 1, Alpha zegt dus. Wij zijn klaar om te gaan. Wij bewegen ons zo meteen tussen de containers door en vragen daarbij vuurassistentie, met name voor de ventjes op de containers, als dat mogelijk is. MMG 1 en Alpha, ja, laat me weten wanneer het zover is, dan openen wij wel vuur. Oké, snap je dat? Pinguin, ik wil dat jij onze reet dekt en kijkt waar eventueel ander vuur vandaan komt, want ik wil niet dat op ons gestopt wordt. Dit is Alpha aan LMG. Send it. Wij gaan nu bewegen. Wij bewegen ons langs de betonnen rand voor die vier tanken. Alpha, copy. We zijn begonnen met vuur openen voor jou. Ik ga even mijn bino's erbij aan. Moment. Ik ben niet rechts achter zag ik er ook nog één. Pinguin, dat vroeg ik net aan jou. Ik denk ik geef het door. Ik kill alles wat ik zie. Ik zie hier nog geen doelwit meer. Dus als je het ziet, zeg het, zet ja, de kaart. Ja, ik ben bezig. Heb je gezien op de weg? Ja, er zijn meerdere contacten. Rechts 350. Ik weet, dat vroeg ik net. Moet je reet te dekken. Nou. Ja. Straks worden vanuit de westen belaagd, zodat we weten waar het vandaan komt. Oké, Sven. Hoi. Patrouille op de weg, west. Richting 217, afstand. Sorry.
richting 272, afstand 200 meter op de rechterhoek van het dak in het westen. Ik probeer de engel op te krijgen. Yep. 215 meter voor ons. Als het niet lukt, dan kan ik ook... Volgens mij schiet je niet op die gast op het dak. Jawel, oh, kijk maar. Linker, dude. Oh ja, inderdaad. Ah, kijk, perfect. Dan hebben we daar helemaal rechts op de weg hebben we twee gasten. 252 graden, 250 meter. Oké, okay, popt. Die twee link nog steeds op de draaidok zie ik nog. Voor je kijken. Wordt met een schaarwapen geschoten. Ja, dat was hier geen flash. Ik weet niet of die guy die daar zit deelt is. Oh, wacht, ik zie wat lopen inderdaad. Afstand 284 graden. Afstand 270 meter. Waar? User left user joined your channel. Ik zal hem aanwijzen. Fuck. En ik zie het niet. Duur op de weg. Daar, tussen de containers. Achter, helemaal achterin. Oh ja, ik zie het. Leef nog. Dus denk dood. Mooi. Pak even mijn binootjes erbij, moment. Even. Oké, waar komt dat vuur vandaan? Is dat erg? Dat is friendly vuur. Friendly. Ik wil gewoon een. Boven op het dry dock. Oh, ik zie het. Is neer. Ja, door hun. Ja, moeten de jongens ook wat geven? Dus vuur geven. Ja. Hebben ze zo wel. Smoke op de 284. Sorry, wat? Smoke op 284. Of 80. 82. Ja, dat kan AI of friendly zijn, maar zolang we niks in de buurt zien. Zeg maar, waar die rook zit, daar heb ik wel patrouilles gezien, een stukje terug. Oké, ga ik even liggen. Oh, dat is niet liggen. Nou, mijn radio doet het nog maar. Vanaf de weg. Ik zie niks. Haal je fucking laser uit. Er is nog een smoke gehoord daar zo. Ja, dat is vijandig. Dat kan ik nu al zetten. Vijanden doen het automatisch. Het is Alpha Lead aan LMG. 1. Alpha, dit is MMG1. Zeg het eens. Excuses. Wij zijn momenteel bij de dry dock. We gaan de dry dock in en via daar gaan we naar de eerste objective. MG copies, we passen op. Thank you. Nou, je hebt het gehoord. Niet op friendly schieten. Als zij niet richten ons. Oh, ik zie ze. Yo. Als je vanaf hier niks meer kan zien op een gegeven moment, dan ben je vrij om... Dit is Alpha 2 aan MMG. Wij zitten boven de dry dock, dus alsjeblieft niet, ze richten op ons. Ik zie ze. Zitten daar zo. Kopie, zicht op. Eventueel richting het zuidwesten verplaatsen. Ja, ik zat er al naar te kijken. Ja, okay, good. Als je het van plan bent, laat het even weten dat ze even zo'n ontdekking zitten. Ja, nou, volgens mij wel redelijk uit zitten kammen inmiddels. Ja, dit komt wel goed. Oeh. Dat is dichtbij. Wat? Dat is uit de... Dat is de MG van de roadblock. Wow. Alpha, dit is MG 1. Waarschijnlijk krijg je vuur vanaf de roadblock. We hebben geen zicht op, kun je arresteren. Hoop je dat. Ik zie ze op zijn wat draait ook rennen naar de vorige locatie van hen. Ja, laten wij in ieder geval gaan hobbelen. Best, volg jou wel. Oké. Alpha, dit is MG1. We trekken even naar positie ten zuiden van jullie Z-kaart. We zijn op dit moment niet available voor tasking of beperkt. Zo, kan je het laatste herhalen? Jullie gaan verkassen.
Alpha MM2, copy. We gaan over de zuiden van de positie. Zie kaart. We zijn beperkt beschikbaar voor tasking. Als we het zien, laat het weten. Copy dat. Maar staat de garbage collection niet uit? Nou, ik zie maar één lijk. Dat betekent dat, en terwijl daar waar we twee neergeschoten hadden. Nee, die liggen achter het gebouw. Oké, dat moet niet gezien, maar bad. High ground of low? Ja, ik zie begon niet eens waar we zelf zitten. We zitten midden in een bosje. Oké. High ground, door. Oké. Ik wil hem toch voor mij maken, pinguin, dat doe ik zelf wel. Ja, nee, ik vraag het. Want shush. Het is voor mij, ik heb geen GPS, hè. Zo shush. Ik heb geen zicht meer op de friendly units. Oh ja. De dry dock, toch? Ja, staan op de dry dock. Ik zie een paar beneden lopen, inderdaad, daar beneden. Alpha, dit is MG1. Alpha hier, zeg maar. Alpha, dit is MG1. Hebben jullie op de westenkant van de dry dock iemand daar staan, toevallig? Correct, wij zitten aan de westenkant van de... Sorry, negatief, wij staan niet westelijk van de dry dock. Wacht. Oh, dat is... Dat is AI. Ja, ik wou Weet je het zeker? Ik zag hem alleen liggen. Oh, wow! Dichtbij. Nee, dat is daar. Ja. Stop. Waarschijnlijk is gewoon friendly. Dacht dat we vijf hadden. Shit, fucking hell. Oké. Laten we doorgaan, Fucking hell! Oh, wacht. Stop. Oh, wat? Ja, laat ik even wat voor zin over. Zien jullie die gast daar in het noorden, links van de, hoe heet het? Oh ja, van dat huisje, daar ja. Oh ja. Pak hem even. Ik heb geen stabiele positie nu, want als ik ga doen, dan ga ik eronder. Yep. Ja, ook die tracer ook. Ja. Alpha, dat is MG, waarschijnlijk... Nee, je hebt al langer. Ja, laat hun ook maar wat doen. We hebben het gezien inderdaad. Alpha 1, move westelijk. Na de dry dock afwijgen, noorden richting object. Alpha, dit is MMG1, wederom. Vind je long range radio aan je muisknop? Laten gaan. Excuses. Moet je altijd. Ja, die moet ik ook nog steeds even een keer gaan nevelen. Ja, nee, ik heb gewoon een long range op een van mijn muis. Persoonlijke mening is dat het nogal lastig is om ze te... Een van mijn duimmuis. Ja, hier is een mooie plek om te kennen. Oh, dat is wel lekker stevig inderdaad. En dan heb je je linker pink heb je short range, en je rechter duim heb je long range, weet je. Oh nee, ik heb twee knoppen op mijn duim, dus dat is minder. Ja, dat kan ook, maar ik heb in ieder geval die onderscheid, weet je, linkerhand short, flare. Ja, nee, ik kan er zeg maar doen dat de bovenste knop is, zeg maar long range en onderste knop is short range. Nou ja, heel eerlijk gezegd, ik heb daar zelf nog nooit problemen mee gehad. Nee, ik ook niet eigenlijk. Maar het helpt wel enorm, just in case. Oh, zijn dat friendlies bij de shit? Welke shit waar? Daar zo. Ik zie er heel dicht geschuurd. Ik zie wel wat friendly movements. Ja, friendlies. Ze hebben veel te dure apparatuur. Niet die erachter zit? Ja, die kan uitschakelen. Die is dood. Even kijken. Doe nog meer. Ziet er verder oké uit. Ja, ik schrijf om mijn zitra praten. Friendly, net naast gebouw hier al. Pas op, dat is friendly. Zie je het? Die wordt teruggetrokken. In het noordwesten. Oh, en een friendly neer. Ja, hij wordt teruggetrokken. Ja? Noordwesten scan. Ik zie daar licht bijvoorbeeld. Kan je vast wat vijanden markeren op de kaart of straks? Even kijken.
Ja, dat is het inderdaad. In het noordwesten zag je daar iets met een lichtje lopen, maar... Daar zo inderdaad. Ja, ik zie wat knipperen, maar... Daar loopt iets. 500 meter op 303 graden. Ik zie het, maar ik zie niet... Je ziet het niet. Ja, maar ik kan niet zeggen of het fijn of vriend is, want er zitten bomen voor. Ik weet zeker dat op... Het zijn twee patrouilles. ...op 300 graden dat het niet friendly is. Dit zijn twee patrouilles die daar lopen. Oké, nou dan noemen we dat. Alfa, dit is CEO, Sidrep. Ja, dat wou ik daar net. Ja. Fucking hell, how hard can it be? Ja, yeah, I know. Even kijken. Oh, fuck. Oh, we zijn nog aardig ver weg. Alfa, dit is CEO, Sidrep. We zijn de zoek uit wat de vijand objective aan het clearen. Burger, even laat het voor als je het vindt. Copy that. Waarschijnlijk in een van de containers zitten. Als ze er onder hebben gecheckt. Waarschijnlijk gewoon een papiertje. Met erop tas. Spoiler alert! Yeah. Why you so spoiler? Ik hoef hem niet mij na te doen. Precies. Echte dingen niet. Oh jezus. Ja, ze komen wel dichterbij. Wat? Oké, ik zie je patrouille. Verderop. Noord-Noord-Oost. Noord-Noord-Oost, wat dat was. Daar, helemaal het einde van de dreadlock. Ja, can confirm. Dat is 500 meter, we gaan nu net achter. Ja. Het goede nieuws is dat... De volgende is uit. Oh, kut. Typo. Als het goed is, kan je ze nu al zien. Alpha, Lisa, CEO. Yes, CEO, go ahead. We hebben hier intel gevonden, zoals te zien zijn een x-aantal nieuwe objectives op de map. De haven lijkt veiliggesteld. We hebben hier een loods vol met wapens gevonden. Westelijk ook een loods vol met voertuigen. Ja, hier zie je al begrepen. Markeer die loods met voertuigen even, dan gaan we daar verzamelen. Wat? Oké. Bullshit. Alles goed doen. Bullshit. Ja, kun je eens even... informeren dat we wel nog vijanden hebben vanuit het westen. Ze lijken wel steeds dichterbij te komen. Ja, ik zie ook nog maar meer naar links, inderdaad. Ja, dat is dezelfde al de hele tijd. Oh, sorry, oké, we blijven daar zeg maar een soort triëren dan. Oh, helemaal pal west zie je ook al licht, heel duidelijk. Ja, dat is voor ons pingwing die. Ja, ze lijken steeds dichterbij te komen. Dat is inderdaad wel zo. Ze komen ook onze kant op. Oh fuck, dat is echt helemaal geen dreiging. Ons in ieder geval. Mm-hmm. Laten we naar de voertuigen gaan. Een voertuig? Oké, we gaan met voertuigjes. Dan laten we dan even naar het noorden over, jongens. Hoi. Pas op voor de landmijnen. Nee. Dit is Alpha 1 aan CEO. Alpha 1? Hier CEO, go ahead. Wij zijn bij de hangar met voertuigen. We houden eventjes het westen door. En oh, dat is fucking... Dus be advised dat wij hier... Oké, what the fuck, gast. ...dekken zijn. Ja, begrepen. Wij komen nu naar binnen met MMG. Fucking hell. Fuck je? Ja, ik wou bijna neerschieten hier. Auto de RPG zeker. Ik heb friendly fire gehad vandaag. Ja, de dingen zijn neergemaakt. Agents. Thunders. Boom. Dat is gewoon altijd. Ja, sorry. Geen niet. Maar dat gaat voor mij ook inderdaad. Oh, ja. Sven, Pingwing, heb je nog genoeg magazijnen? Ja, ik heb er nog 4 belt. Ik ben niet eens door de helft heen van deze. Ja, oké, perfect. Repackend dus dat. Ik heb niet eens
Oké, Alpha, iedereen kneven. Max repack, heal up, bio break, deel Alpha magazines uit als je dat nodig is. Hoeveel kilo weeg ik dan? Bio break schiet wel op. 32. Hier hoor, ze hebben gewoon flesje pressers. Oh, wat? Ja, ze zijn goed bewaarde mannen. Flesje pressers, ik heb ze presser zelf. Ja, het begint wel ochtend voor al. Echt waar? Ja, yep. Maar niet goed genoeg zo te zien. En tegen het einde van de missie, een beetje geluk. Ja. Precies. Kwartiertje hoor. Zijn de pleemstenen vast? Lijkt ze wel op inderdaad. Nee, ze hebben flash pressers, yeah. Dus je ziet ze niet heel. Uw leader teabagging, jongen. Wow. Grapje dat. Oh! Yep, ik heb Tracer. Alpha 2, houden jullie gefocust eventjes op het oosten. Alpha 1, kijken jullie ook richting het westen dat daar niet. Ik hoorde ook wat schoten uit zuidoost, ik weet niet of dat was. En een gewonde trouwens. Waar dan? Kap je dat? Alpha 1 houdt aan het oosten. Alpha 2 houdt westen. Jordi, driver. Ja, komt goed. User left your channel. User joined your channel. Back, dit had je scriptmatig kunnen doen. Fuck scriptmatig. Ik heb je nog 2 weken geleden uitgelegd hoe je dat moest doen. Oh, dat zei. Oh, wacht, dat weet ik. Wat probeer je dan te doen? Gewoon de respawn marker deze kant op plaatsen. Dat is gewoon get to position. Ja, het is eigenlijk respawn, set marker, pos en dan. Ja, precies. Ja, we hebben al een respawnpunt. Dit is al een nieuwe respawnmarker. Oh. Ja. Dat is mijn missie, hè? Wat ik mij afvraag is als ik wel, hoe de meisjes van de enemy eigenlijk zijn. We zijn de derde generatie. Ja. Hetzelfde als ons. Je hoeft gewoon niks te doen. Nee, maar. Lekker laten liggen, brouwer. Precies. Er is zoveel smoke daar eigenlijk. Die blijft heen en weer bewegen. Dus het wind varieert daar zo. Hij ging eerst naar links, dan gaat hij weer naar rechts, nu ging hij weer naar links. Oh. Kijk maar. Corners is groot, zuid. Een twijfelwindje. Wat? Wat? We rijden in kolonnen richting vrachtwagenplaats. Zielmarker. Eventueel stijgen we uit. Actief schakelen uit. Dan rijden we naar Umin Automarker. Moet jij daar niet heen? Niks wat? Dan? Nee. Ja, hetzelfde toch? Dan gaan we kijken of we goed aangekomen zijn. Zijn we redelijk veilig aangekomen? Dan doen we oh, schat. Of dan pakken we de voet aan en gaan we langzaam ervoor met hun vuursteun. Niet te gaan gewoon lekker te voet. Dan zuidwestelijk. Daarna springen we door naar het zuiden. Daarna gaan we door richting ontvoeringssite. Dat kunnen we met een zonder voertuig doen. Ligt eraan wat we besluiten bij uitstapmarker. Oké? Okay. Ja. Ja, maar. Hey, prima, alleen het enige punt is dat we nu de volledige route van het voertuig volgen. Ja, maar dat doet het niet. Hoi. Mister? Oké. Okay. De boss man. Wacht maar even. Pingwing. Pingwing, kom even terug naar de locatie van de briefing. Juist, Pingwing. Dan kan ik je ook zeggen. Laat de deur open. Dus. Deze route was niet intended. That's all I'm gonna say. Ja, oké. Okay, maar dan had hij het niet zoveel ruimte moeten geven. Nee. Hey, maar wederom,
We doen het zo, I don't care. Perfect. Helemaal mooi. Ik doe het niet zoals het voorgeschreven staat. Ah, dat is erg goed, hè? Yo, ping. Pingwin is het nog steeds niet. Hij wil niet voor... Pingwin, kom je nog? Ja, kom eraan, ik gaf even wat ammo weg. Wat? Gaf je onze ammo weg? Echt, hè? Ze hebben aardig wat moeten afvuren. Op de vijanden, die blijven niet te lopen. Ik moest er heel stiekem om lachen. We zullen wat beleven. Wat voertuigen nemen wij trouwens? Wil ik gewoon met mijn team in een van die kleine kut dingetjes staan, helemaal rechts? Pingwin. De vrachtwagen als laatst gezien, Marker, is dat op die locatie of kan dat over daar de hele weg zijn? Daar is het laatst gezien. En daarna is hij nog wel door gaan rijden. Oké, dus maar... het kan over die hele weg zijn dus. Ja, hij kan ergens, ja, die route volgt hij. Kom even, in wordt hij te volgen, dat is gewoon, ja. Oké, dan doe ik even mijn plan aanpakken. Ja, ja, je hebt daar first aid, maar als je die pakt dan zeg waar, maar... Waar zitten wij in de kolonnen dan? Jullie hebben de... Kijk hoor. Is nou bij een breakje. Ja, maar het zit aan de score alles. Halsige roffel. Ik heb een nieuwe route. Jullie gaan achterin, want ik vind jullie de meest waardevol. Oké, copy. Jee. Jammer dit. Ja jongens, on me. Oh. Ja, moet je hem doen. Sven, jij bent Gunnar. Pingwin staat op de no-drive list. Oké, okay, alle teamleaders, ik zei, ik heb het plan even aangepast. We volgen de route eigenlijk de andere kant op. We gaan gewoon eerst de eventuele route van de vrachtwagen volgen. En dan zullen wij, in tegenstelling tot het vorige plan, precies andersom naar boven werken. Lowlands Tactical, no drive list. Penguin. Pilot Hazard. Hey, Info, mag ik nog vliegen? Nou, zullen we dat er ook lekker van halen? Maar daar heb ik ook niks bij fout gedaan. Nu ook. Ging gewoon prima. Iedereen mag vliegen, alleen 2017 is Klavers geprent. Fuck, die kutte radio doet het niet. Er is wel wat mis. Yo, dit is MG1, wij zijn mounted, ready to go. Zit eigenlijk wat in deze auto's? Oh ja, first aid kit en everything. Oh, is echt waar. Ja. Okay. I don't mind if I take two. Kijk, gelukkig bij jullie. Ik weet het echt nooit. Bij ons, maar wij splitsen zo af, hè? Ja, ik heb één keer voor elkaar gekregen om in de lucht te gaan. Is dat zo? Is dat zo? Waar heb ik dat verteld? Precies. Ik zag net even wat op de kaart. Pingwin, jij shut the fuck up! Wat zei ik eerder? Beslissingen shit aan mij overlaten. Je rijdt? Ik heb GPS. Shut the fuck up. Ik heb wel GPS. Holy shit, Pingwin. Er zit alleen maar ruis te veroorzaken. Fucking hell. Yeah. Kijk, Pingwin is daarom dus ook niet geschikt voor het leger. Want elke keer als iemand wat blaft, dan is het ja maar. Kan niet naar beneden richten. Nou ja, een vaag genoeg op golf is het gezicht. Leert je het een en ander. Dat heb ik gehad, dat voelt niet fijn. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb vaag genoeg mijn hoofd tegen beton aan zitten rossen, dus ik weet ook hoe het voelt. Ja, of stijgerpijpen, dat is een veel voorkomend probleem waar ik nu mee zit. Stijgerpijpen, dat klinkt eigenlijk minder erotisch dan dat het werkelijk is. Ja, het is ook minder erotisch. Iemand van hun gaat in de gunner. Hier is CO01 heen en rijvoorwaarde is Alpha 1, 2 en dan MG met mij erin. Alpha, dat is MG1. Er is iemand die voor het voertuig niet in geslapen, oh nu wel. Ik weet dat vast de stuur uitgegaan is. Oké, we zijn good to go. ICO in ingereed, kunt u beginnen met rijden. Ik heb die bereid. Dan van de weg. We houden maximaal snelheid aan 40 km. We houden maximaal snelheid van 40 aan. Dus heb je de maximaal snelheid van 40. Wacht even, zult u als uit de compound zijn dat iedereen is aangesloten. Alpha, dat is MG1, weet je, knopje voor op de radio. Ja, dat weet ik, maar ik denk dat ik te snel voor me ga doen. Oh shit.
Hier zie je al een hele heden, houdt 500 meter tussen afstand, 40 km per uur max. Fucking hell. Weet iemand waar ze heen moeten gaan? Ja, soms wel ja, alle 10 wielers hebben een GPS. Maar niet de drivers. Mijn instructies zijn toch niet Chinees of zo? Ja, dat wel. Ja, dat zou wel een beetje Chinees. Dat ben ik eigenlijk wel een voorstander van om weer te zijn. Ja, ik ook. Waarschijnlijk heb ik te veel bij RR gezeten. De treurs moeten ergens zuidelijk van ons zitten toch nu. Ik ben gek. Oké, wie is de faggot in deze kant staan? Nou, dat klinkt me. Oh, my. Denk ik een beetje. Ah, nee, volgende. Nee. Oh, wat de gast? Is er een licht aan, Groen? Deze moeten we. Negatief. Sorry, negatief, dan vallen we heel erg op. Wat? Waar gaan we? Ja. Deze, jongens! Deze is het! Fucking weg van waar u op staat, daar moet ik. Gast! Ja. En ik heb niet eens een fucking GPS. Maar je hebt wel de missie. Ja, maar ja, ik ben deze weg is het ook. All call signs is MT1, volgens voertuig. Fucking hell. ICO, zie jij een voertuig? Vraagteken? Ik zie niks. Negatief. Helemaal niks. Alpha 1 hier, of sorry, Alpha hier, wij zien geen voertuig. Oké, ICO, begin maar langzaam die weg te volgen. Stilte. Een storm, ja. Ja, nee. Motor even uit. Wil ik mezelf beter pijn, beter even die Alfa, is er onderweg? Ja, gewoon niet, want dit is de immersion. Ik ben voor je lezer. Ja. Hou je normale lezer ook aan, zou ik zeggen. Gewoon geen lezer. Ja. Lezer! Oh, pretty much fine. Yeah. What could it be? Geen hol. Oké, wacht even. Ik ga even. Voordat de volgende RPG komt. Ja, daar staan we achter een andere auto. Ami. Oh shit, zien jullie wel ietsje meer? Ja, maar ik zie geen doelwit. Ja, wacht even. Ik ga langs met voren zonder het aan te rijden. Yep. Kijk nu. Onder de brug, ik ben niet stuk. Ja, ik zie nog steeds geen doelwit. Er zit in het dal. En de dal zit aan de linkerkant. Voor ons? Nee, je hebt ruimte. Je hebt ruimte. Okay, rood, daar is de truck. Blauw rechts. Van de truck. Yo, dat is MG1, zegt de truck. Oh shit, flare! Holy shit.
sorry, my bad. Minder fap op Gayport, wel wat spelen wij. Is niet moeilijk. Oké, kom maar heen. Je hebt de truck gespot? Ja, de truck zit rechts. Rechts onder. 2 uur. Letterlijk rechts. Oké. Mooi. Oh ja, ik zie het. Ja, al ik in leven. Denk dat van de. Ja, het is weer. Het is neer. Get away from the line. Ik parkeer wel heel demonstratief hier, oké? Okay? Dan kan je alles raken. Ja, dat vind ik best joh. Well, fuck RPG Mag, dat is een meme. Er zit helemaal geen waarheid achter. Oh, iemand is weer roekeloos, dus dat aan de andere kant van de berg. Dat is friendly natuurlijk. Die is weer zo roekeloos. Holy shit. Ik wil voor zijn neus schieten. Kijk wat hij doet. Oh, je hebt zo'n kogel. Oké, dit is zo aan alle eenheden. Wat is jullie manschappenstatus? Alpha 1, Alpha 2, kunnen jullie een call of doen wat jullie status is? Alpha, dus MOP 1 in radio. Alpha 2 is geheel heel. Ik ben aan het proberen Brouwer en Bo te helpen. Maar Bo is juist uitgegaan. Wat? Alpha 1 is 2 manschappen. Medic ligt ook gewond. Alpha 1 is geweldig bezig. Ik ben Alpha 1. Ja, precies. At least I didn't. Dus Alpha, we zijn juist onze medic verloren. See ya. Oh, shit. Fucking onze medic. Hoe kunnen we onze medic kwijt zijn? Ben. Geen lach hiervoor op de brug. Jesus, waarom? Dit is ah, hij wil nog meer vragen. God. Wie is de medic? Medic hoort gewoon laatste voertuig. Of middelste. Je moet elk... Al verwacht ja. Totdat je compleet is. Mis in totaal 2 man onder de medic. 3 man. Wat de... Wie schoot de flare? Flare. Ja. Wie? Waarom? Nou, het is een IR flare toch? Nee. IR flare. Die oh wat? Misschien als een IR flare is, maar een IR flare geeft ook normaal licht, kut. Precies. Ja, we zijn er wel tof. Fucking hell. Ook wat liabilities. Ja. Sven. Hi. Ik hoop dat die auto's in die berm, maar ik stap ze uit en kies op 5 guys om die hier brug staan. Oké, okay, gent. Ja, wij weten niks. Aan te leggen, zet de voertuigen uit, we wachten even op de medic en die andere lui die dood zijn gegaan, dan vervolgen onze weg naar onze andere objectives. Dat is onze exacte locatie, 130. Oké. Oké, iedereen behalve Sven even uitstappen. Ja, land, ik heb niet op die brug. Ik ga hier achter een rot zitten. En dan... Ja, dat. Ja, laat mij maar alleen. En je zit best. Nee, ik ga niet dood. Beloof het niet, eigenlijk wel. Nee, mijn last word, Sven. I know, I will always die. Ik ga heel dichtbij je zijn. Onder je zitten, terwijl jij, wij gaan van onder een vuur dekking geven, jij van boven. Ja, zal ik je dood zijn? Nee, 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 maar we zijn altijd heel dicht bij jou, de medic ook misschien. Ja, dat heb ik ook gedaan. Daarvoor? We moeten nooit eigenlijk op mij steunen, of mijn focussen, dat alleen laten. Ik ga altijd dood. We zijn die maniakken die we over de brug heen rennen. I'm right, I'm a maniac. Right. Better watch your back. Kan deze voertuig misschien uit de weg? Nee. Welke? Die van MMG1? Nee, blijf lekker staan. Nee, short, dat is ons voertuig. Die van Alpha 1 is er zeefd. Nee. Daar sta ik niet gek van te kijken. Er is niet veel van Arma, ja, er is niet veel van Alpha 1 over. Alpha 1 en de wagen is er zeefd. Breng weer de fucking laser uit, zeg nou de hele tijd. Zeg al de hele fucking tijd fucking laser uit, doe je het weer, stakker. Dan weet ik waar ik op richt. Ja, maar ja? Weet je, dus, dan weet je ook als je goed gaat zoomen. Ja, maar dan moet ik eerst zoomen. Dus? Wapen. Dan ga je gewoon niet meer schieten. Waarom hebben jullie groene licht op jullie auto? Waarom langs? Groene licht? Fuck, heb je groene licht hier op geflikt? Fucking. Heb jij het ook weer gedaan?
Nee? Ja, dit is CO en alle eenheden. Nokken met kutten. Is iedereen weer gereed? Hey Bo. Hi. Wat leef je jongens? Ik weet niet of je hard aan het doorrijden. Ik denk niet dat hij hier ligt. Alfa, kun je even een stuk terugkomen met die, maar de andere kant van de rug alsjeblieft. Ja, wij en de auto zijn doorzeven. Ja, ze kunnen daar wel blijven. Wij gaan wel op die kant op, joh. Echt die auto nog? Zo ja, nee, kan je die nog gooien. Je hebt een replay van die PD terug te kijken, maar volgens mij heeft echt wij Alfa 2 super makkelijk gehad, jongen. Ik ben één keer dood gegaan. Ja, precies. Nee, super makkelijk. Ja, doet hij nog. En ik denk dat we deze best kunnen laten staan. Ik zou zeggen, stel langs je met Savage, pak wat je met je voeten pakken en met de kleur van die andere gaan. Holy shit, dat ziet er goed uit. Kunnen we er niet omheen rijden? Laat ons voor de win. Even kijken hoor. Yeah. Ja. Moet op zich wel te doen zijn, kijk. Hoppa. Oh jongens, ik heb een... Okay, a wild car appears! Ik dank u vriendelijk even voor het wachten totdat ik Alfa in gereel had. Ja, je wilt niet met ons mee, gewoon, nee. Daar heb ik mijn reden voor. Ik stapte in de kamer te gaan. Ik kreeg even een 3. Holy shit, we hadden echt makkelijk bij de vorige, bij de PD. Hoezo? Ja, ik zit terug te kijken, maar... Alfa 1, ingestapt klaar om te gaan. Sorry, Alfa 1, ingestapt klaar om te gaan. Ah, die radio! Oké, alle aircall signs, dit is CO, wegvervolgen. Ah, ik word zo doof. Die copies, wil je dat wij voorgaan een keer? Je CO, ja, doe maar. Oké, let's die. Oké. You want copies. Edward. Dat is altijd mijn woord, let's die. Hey, Ben. Hi. We zijn in voorste voertuig. Ja, wapens omhoog. Doodgaan, hè? Oh. No pressure, niet doodgaan. Oh. Shift, G, middelklik. Hey Sas, ik ben gewoon voor het eerst sinds mijn hele leven aan het streamen. Jij ook al? Oké, okay, dus je mag geen kutopmerkingen maken. Dat is anders slecht geëvalueerd. Oh, dat doet het al. Ik zit al de hele... Al sinds, weet ik hoe lang zit ik al op te nemen met te streamen. Oh ja, dat zijn nooit tegenhouden. Ik weet niet waarom ook de andere personen achter ons willen knuffelen, maar... Rechtshot. Nee, dat streepje staat hier. Dat... Nee. Kom voor je rechts omkeer. Jezus, wie zit in onze reet te duwen van auto's? ICO en alleen in de tank om de spacing. Ja, waarom niet? Nee, ik moet even die speed limiter precies op 60 graden zetten, op 40 km per uur. Nee, 90 km per uur. Gasten, hard. We missen twee voertuigen. Back, we missen twee voertuigen in de convoy. Dat is dus heel Alfa. Gotcha. Ja. De gun-truck, de Humvees. Humvee en een andere. Nee, Alfa 2 is niet te voeten. Wacht, ik zag ze. Ze komen er langzaam heen. Oké. Okay. Hoppa. 1 kilometer. Stel de maximum tempo. Okay. Ik zie ze niet zeker nemen. In de ziek ze niet meer, maar... Loep, loep, loep. Dat is Alfa ICO. Oh. ICO send traffic. Wat is de locatie van LMG? Want wij zitten inmiddels weer op de goede route. ICO, wij zitten ongeveer 200-300 meter voor je. Oké, copy. Oké, Alfa rijden maar. Coco. Je had ook kunnen zeggen... Alfa is het recht achter LMG. Letterlijk recht achter. 126099. Maar dan moet die... Ja, oké. Okay. Steek het voertuig voor ons. We zien... Is de grote monster truck. Ja, dat is zo'n prop. Dat is een dump truck en dat staat stil. Niks op, niks zien. Zie dat er een deck in. Dat is een grote. Roadblock. Nee, de spur, we moeten naar links. Oh,
Oh, jij, gasten! Gast, really? Dat heet fucking spacing. Spacing? Ik ga geen remlichten. En de robot gaat niet gaan naast op de radio, jongen. Goed, excuus. Wij zijn ook niet op jullie radio. En dat heet ook echt spacing. Wij moeten hier toch zo meteen rechtsaf. Linksaf. Linksaf, oké. Okay. Voering side. Is goed. Kunnen we niet hierheen rossen? Ja, we rossen maar doorheen. Nee, we moeten niet. Nee, we moeten hier links. Voor links. Wauw. Dit is echt Call of Duty on rail. You can't go here. Because barbed wire. Oh, politie rechts. Fiets. Ja, langzaamaan, stop. Voertuig. Ja, stoppen. Ik zie heel veel. Voertuigen halt uitstijgen. Ik zie meerdere voertuigen. Behalve Sven, uitstijgen. Auto zitten. Oké, hier zie je al alle call signs. Het schijnt dat hier de ontvoeringslocatie is. Fan out, langzaam voorwaarts en kijk voor iets verdacht. Voertuig! Jongens! Ja, hij is stuk. Te veel! Oké, langzaam. Je hoort het. Ik hoor hem, jongens. Pushen. Ik zag zuidwest. Contact, zuidwest. Tot aan dit busje. Moet reloaden, zuidwest! Zuidwest, kids. Medic nodig. Oh, zuidwest! God, jongens. Fuck sake. Ah, fuck, jongen. Ik roep het niet 100 keer of zo. Fire, snel. Medic nodig, achter het voertuig. Ja, Better. Nee, ook niet lezen staan. Wat is dit? Wie heeft die smoke neergegooid? Holy shit. Ambush match. Oké, af en twee. Iets meer uitwerken naar noorden. Iets meer uitwerken naar noorden. Ik zie niks. Ik word wel beschoten. Wacht dan. Zo beter. Yep, zeker. Nou zie ik weer niks door de smoke. Werd het brouwerig genaamd? Iets meer dekking mee. Ik heb snapje eraan. Ah, dat is vertust. Locatie, locatie. Kom het als Pingwing. Wij zijn iets verder bos in het noorden. Oh, Pingwing krijgt te poppen. Daar ben je, fijn. Twee mensen doorlopen. Nee, ik zie niks meer. Ga ik doorlopen? Ja, laat even wachten op een van de drie, want hier toch bos. Goed. Bandenwil, ja. Het wordt toch opgetraind. Ja. Ik kost zo graag deze pressen eraf al van dat ding. Oh, links. Ja, ik denk dat ze weten dat die zijn. Oké, okay, even. Doe ik ze eraf. Dan heb ik ook een beetje geluid. Oh, oké. Ja. That's an improvement. Inderdaad. Nee. Ik zie niks nog. Links ook niks. Even just gonna have the dead out. Wel lag issues nu, moet ik zeggen. Holy shit. Oké, okay, dit zijn al eenheden. Lijkt rustig. Nog even een stukje doortrekken langzaam. Andere denk ik natuurlijk. De boot is net gelopen. Hallo, Flan. Ja. Zorg even dat jouw mensen stoppen met een rookgranaat te gooien. Dat belemmert ons zicht ook. Motor af en toe gaat dan. Nee. Eentje nog. Oh. Gevangenisgebied. Oké. Okay. Waar in godsnaam is dat dan? Ja, check de kaart. Het is een gevangenis daar zo. Ja. Echt super descriptive.
Kunnen we het gewoon afsnijden hier nog? Bang bang. Ja? Kun je even één Mac in de ding doen, in de auto? Ja. Maggot, okay. Maggot. Thank you. Okay. Even kijken. Eentje maar? Ja, eentje voor nu. Hij zit nu op 120. Die belts zijn super zwaar. Ja. Yeah. Achter ons. Achter ons. Noorden. Zwaar vuur. Zwaar vuur achter. SMG1, volgens mij worden we in de flank geraakt. Nu, ja. Ja, dat is correct. Oost, hey, oost, oost, jongens. Ik zie ze, ik kan er alleen niet heen raken. Ik denk ze geambushed worden. Ben, Alpha 1 push terug. Ja, dat is Alpha 1 vanaf het oosten, worden we vanaf close aangevallen. Draaien. Ik zit in de achterseat. Okay. ICO, ik had ze gezien, drie man in burgerkleren. Hey, ik zie niks meer. Weet wat dat betekent. Oh, Penguin, ga uit mijn seat. Ja, ja, ai, ai, ai. ICO, Alpha MMG, sit rep. Oh shit, voor ons. Snare? Alpha Lead is nog eventjes aan het opplappen. Hoe het met de rest van Alpha zit, weet ik niet. Ga ik achteraan. Wat is positie van Alpha? Ik ben gerespawned, ik kom even racen. MG en CO, wij zagen ze juist een tango. We blijven op middelpunt. Oh, ik zie een klein. Dat is. Ik herhaal, wij zijn op positie 220098. Dat gebeurde. ICO, copy beide. Alpha, zorg dat je mannen weer compleet zijn en zorg dat ze gemount worden zo snel mogelijk. Daarna wil ik dat jullie naar MMG's posities gaan, zodat wij verder kunnen naar het gevangenis Dat gebeurt op 175 graden. Dat is een outpost. Ik zie er een paar techies staan en ammo truck. Ja, yeah, copy. ICO, dus MG1, heads up. Zo te zien lijkt het een soort van outpost of iets dergelijks te hebben ten zuidwesten van onze positie. Ik zie het. Onze positie is 120097 richting 165 graden. Daarnaast je kut. Ik herhaal 120097. Fucking mean. Misschien moeten we unit markers maar eens een keer aangezet. Pingming. Hey, ik hè? Ja. Als het een standaard template optie is, ga ik hem erin, maar anders moet ik er steeds aan herinneren. Het is een standaard template. Het zit in de standaard template. Oké, nou dan zet je het aan. Nee, ik zeg dat het in de standaard template zit. Is het? Really? Ja. Want dit. Oh, dan heb je een nieuwe versie geüpload. Oh nee, helemaal niet. Het zit in de standaard template. Oh, dat is niet. Het staat niet aan, standaard. Nee, hey, kijk, dat is. Dat. Misschien moet je hem dan zelf standaard aanzetten. Dat jullie als MMG al voldoende vaardigheden hebben om zelf even te checken die outpost? Zeker. Ja, moet dat doen zijn. Oké, okay, go for it. Oké, okay, kiddo's uitstijgen. MMG, met mij mee. Iedereen van Alpha compleet? Ja. Lopen, dat is apart. Oké, okay. Lopen wapen omhoog. Oké, okay. Hit the lights. Ik heb dat ding niet. Thank you. En clear. Clear inderdaad. Sorry? Clear. Clear. Het was één persoon. Zero, this MG1.
Ja, send it. Zo, dat is MG1, uitpas cijferd, we komen terug naar jullie positie. Zo, dat is MG1, zijn we nog steeds op 120095, vraagteken? Mooi, mee wordt het. Ja, als ik geen markers krijg, ga ik het afdwingen op andere manieren. True, that's true. Kijk, waar is onze auto? Ja, deze. Deze, ja. De voorste, altijd de voorste. Oké, okay, Er zit zo'n wit streepje langs aan de hand van dat streepje. Laten we gaan, Beck. Ja, wat? Ja, ga jij mij nou pushen? Ja, precies. Ja. Jij mij nou pushen? Ik zeg alleen, Penguin, ga jij maar met Alfa meerijden, kut? Ik heb wat geleerd vandaag. Nee, weg. Ik ben assistent. Geef me allemaal mix. Oké, dit is jouw alle call signs. We gaan weer verder instijgen. MMG gaat voorop. Jullie krijgen liberties om shortcuts te nemen. Ja, MG1 copies. Alfa 1, Alfa 1. Lekker crazy. MG1 en route. Ik heb nu ongeveer 700 kogels nog in totaal. Je hebt ze ook gewoon echt een alfa laten zitten. Yep. Ja, fuck em, man. Ja, weet je, als jouw gesprekken niet luisteren de hele tijd, ja, dan... No offense, hoor. Kan ik me horen, sir? Keer de radio, kut. Ja, kan je horen? Hey. Echt niet te raken. Nee, klopt. Nou, laat ze wel een roadkill maken. Alfa, dit is 71. Alfa hier, send it. Alfa, dit is 71. Ik heb jou Penguin gegeven. Hij is disrespectful geweest tegenover de CEO, dus ik heb een Alfa mee laten rijden. Persoon in de Watchtower. Nee. Hij is neer. Oké, nice. Nog één. Oké, okay, Sas, pleur hem hier aan de zijkant, dan gaan we lopen verder. Wow. Ah, ik ga er als je niet beweegt. Oh, dat voertuig. Oké, if you don't mind, I will throw a smoke now. Ja, nou mag je. Ik ben een beetje dood aan het gaan hier zo. Alpha 1 is pin down samen met Pinling. Ik zal ook vakantie markeren op de kaart. Ja, hier zie je ook. Ik wil goed dat ze zullen zeggen dat we allemaal pin zijn. Probeer gewoon zoveel mogelijk op linie te komen richting het objective. Oh, sasje. En daar weer. Leek nog? Ja, ik leek nog. Cool. Anders praat ik niet. Schuilen? Nee, fuck it. Nu de waarom zet je het? Nee, jongens, Alfa die nu nee, nog op mij staan. We pushen verder door naar de Alfa marker. We lopen de weg over verder. Laten wij even hier blijven. Ja. Ik heb wel medic nodig. Of in ieder geval één. Ben is dat. Ja, fuck. Even manoeuvreren. Oh. Mij. Ik ben erbij, jongens. Oh, die shit, een frame rate. Oh, shit! Hij zit op. Gezien, dood. Take it easy. Oh, ik was gewoon aan het pushen. Ja, schijnbaar is voor ons shit, maar ik zie ze. Ja, die is neer. Ook ik zie hem. Eentje had ik te pakken. Pas op, zijn er top aan te komen. Elke Watchtower heeft een guy. Probably not an effect. Oh, by the way, de schoenen mag er wel af. Oh fuck, voor ons. Hij ligt niet door het oosten. Hij loopt het leeg, hij is neer. Je liep nou voor mijn neus? Ja. Jij dat? Ja. Ik ga niet voor mijn neus lopen.
Jij begon te schieten toen ik net ging rennen. Ja, ik denk dat wij wel vier blijven. Dat is een mooi plekje. Ja, het, ik vind het niet erg. Ja, Penguin, hou jij onze reet en het zuid in de gaten. Prima. Early Noord, pas op. Alpha, dit is CEO, hoor je mij? Alpha hier, zeg maar. Ja, we gaan naar voren, langs naar voren. Ja, ICO, had je mijn laatste mail gekregen? Ik denk het niet. Oké, nou in ieder geval aan jou de taak om het compound te zuiveren. Pingwin. Laat de toren achter. Compound is gezuiverd. Wel? Pingwin, kun je ik hou dat ze mooie resultaten begrepen, we komen eraan. Sta je niet. Wat zeg je? Hou jij het fucking bos in de gaten? Ja. Bos in de gaten houden in het zuiden. Blijf wel even doorpushen tussentijd. Laten we even naar die volgende heuvelrug gaan en dan daar even campen. Dat is denk ik wel een goede plek. Dat is goed. Manoeuvreren wel. Het stukje is iffy in verband met de rook, maar... Door de rook kunnen we gewoon heen. Ja. Easy. Dit is Alpha ICO. ICO, send it. Volgens positie een huis gevonden met een groot flatscreen en een unit met een gouden AK. Ik zie een staat ook een VIP-auto voor de deur, dus ik heb het idee dat er meer is. Gewoon de night vision aftrekken. En een ontzettend schattig tafelkleed. Oké, ga hier met campen, joh. Ik zie wat volgens mij in dat huisje. Ging we in. Bos en... Or ass, please. Nee, dan maar. Yes. Zie je dit wegje in het oosten? Ja, daarin gaat. Pingwin, scan af toen dat we weg in het oosten. Ja, dat is waar we toen opgesplitst zijn. Ja, just checking. Fuck zijn we? MMG in de CL. Fuck. Memory error. User left your channel. User left your channel. Oké. Pak? Nee, ik pak hem. Eén wat. Ik pak hem, oké. Ja. MMG hier. Staat op 50. Ik hoor niemand. Ach. Ik sta daar. Westen. Beter als we daar gewoon even heen gaan. Ja, ik ga wel even daarin inderdaad. Alpha 2, pak oost-zuidelijk een beetje. Alpha 2, je hoort hem, man. We gaan naar het schattige huisje in het zuidoosten. Pek! Ja? Ik ben een zesje voor weg, ik heb net zo'n long range. Ja, ik hoorde je, ik sprak je net aan. Nee, ik hoorde niks. Kijk eens naar je radiosetting. 50. Want AMD. MMG, de CO test? Nee, niks. Ik ga even twee keer op speaker drukken. Kunnen de silences eigenlijk af, of niet? Ja. Ja, oké. Alpha 1 hoort MMG. Ja, ik hoorde. Echt mooi. Omdat hij nog speaker gebruikt. Zou de volgende keer niet de chat daarvoor gebruiken? Ja, ik heb mijn rug straks ook nu nog meer. Ja, maar dat deed ik, maar ik kreeg geen antwoorden. Ja, ik hoorde het niet over de long range, ik ben een CO, geen fucking squad lead. Ik ben ook geen squad lead. Nee, dus, dan luister je naar je squad lead, maar shut the fuck up, man. It goes up, not down. Back, zeg maar wat je wilde van bij MMG. Ik wil die status weten, maar kennelijk is dat het dus... Ja, iemand minder, dus. Ik krijg even Sasha TP, one sec. Dat is gewoon, zeg maar... Kan je Tibalti ook zo doen? Ja. User left your channel. User joined mooie your channel. Mooie wc. What the fuck? Die heb je mooi gebukt. Ja, maar dat,
het zijn ze allemaal aswens. Ze waren ze op de haven. Wat de fuck doe jij met fucking dick? Ze zijn echt gebukt as fuck. Ook zeer dat de haven dat het skelet zat. Wat doe ik mee? Ja, wij waren er niet. Wij zaten op de heuvel. Ja, ja, precies. Maar... Portable play. Oh! Hey, die is bijna ons. Vond wel grappig. Ik vind zet het ook eens neer. Oké. Ben ik er. Ander dan skelet denk je als je inzoomt. Zie je dat? Wie had nog meer tijd nodig? Tibalti? Tibalti. Ja, maar het had ook een technical issue. Ja, AB. Boop. Alpha, MNG1, kom check. Check. Ja, dankjewel. Ik heb een technical disconnect van some magic. Ik crashed out of memory something. Bijzonder? Oh. Ik kijk naar de kaart, ik denk, oh god, hier gaat het al. Grafisch. Oké, twee dingen. Eén, ik kom er nu achter dat toen ik aan het streamen was, ik mijn sound en mic gemute had. Ja, dat vond ik ook al lange tijd. Ik was vergeten te vellen, ja. Ja, whatever. Zo. Tweede, we gaan te voet richting dorpszuiver en gevangenis, dude, dingy. Richting noordoosten. Ja, basically. Dat is een leuke berg om te beklimmen dan. Ja, yeah, let's do this. Ja, we moeten de quarry weer uit. Oké, dit is Sion alleen en we gaan een uphill battle doen naar de twee objectives. Let's go. MD1 copies, pushing northeast. Kom jongens. Uphill battles, ik hou van uphill battles. Hou jij van die? Ja, lijkt me super leuk om dat te doen. Fuck it. We kunnen zeggen, ja, we gaan overwatch geven. Ja, best true. Eigenlijk is het best wel shit gedeeld van de kaart, dit. Dit? Ja. Yeah. Het heeft ook maar 1 of 2 uses, daarna heb je alle uses wel gehad, zeg maar. Mhm. Het is echt zo'n gevalletje tussen of dichte jungle waar je niks ziet, of open vlakte zoals dit of Altis, waarbij je eigenlijk alles ziet, weet je. Ja, maar dan moet je weer wat anders doen, zeg maar. Dan moet je gewoon een fork aangooien of overcast. Of zo, maar iets anders, zeg maar, zoiets. Ja, maar fork en overcast wordt op een gegeven moment ook een beetje... Ja. Ja, weet je. Of gewoon nachtvisie geven. Gewoon dat je een script hebt naar Brouwer die nonsens omhoog gooit. Ja, we gaan even rechtsom. Jeep. Zijn ze nou aan ons dat vol? Jeep. Oh, dat plek in ieder geval. Oh. Waar is de rest? Je gaat via de andere kant. Oké. Okay. Ja, niet met de infanterie. Ja, dat is warm. Alleen, ik vind het knap hoe ze erop willen komen. Hey, dat is niet mijn zaak. Ik ben geen squad lead. Oh, ik zie ze lopen inderdaad. Dan, wij gaan het zo te zien via de voorkant naar binnen. Tuurlijk, we moeten de voorkant bewaken. Poker in the front, poker in the back. Ja, yeah, true. If you don't mind, ik ga even deze heuvel op liggen en dan ga ik hier liggen. Ik kan deze heuvel hier bovenop gaan liggen en kijken of ik overwatch kan geven. Kom naar mijn positie, je zit goed hier denk ik. Wacht door het noord. Ik zie heel veel gasties ten oostelijk. Twee blockades en een wacht door het noord uitzijgeld. Ik zie een patrouille en twee wachttorens oostelijk. Ik zou toch links. Dus kan je hier liggen en dan daarheen kijken, oost. Kan ik niet. Oké, zuiver alles buiten ja. de steengroeven uit, maar alles wat in is voor de infanterie. Patrouille 4 man noordoost kunnen we uitschakelen. Als ik er zicht op krijg. We komen er wel heel erg in zicht van het dorp, hè? Nee, wel.
System Pingwing. Alpha, dit is MG1. Alpha, hier, go. Alpha, dat is MG1. Wij doen alles buiten de steengroeven wel. Mag jij mee met je boys alles erin torpederen? Als je nog wel nodig hebt, moet je even laten weten. Nee, komt in orde. Oké, Alpha, wij zorgen ervoor dat we richting het noordwesten kunnen pushen. Het is aan onze taak om het dorp te zuiveren. LMG-team, geef dekking op afstand. medic op MG team, alsjeblieft. Auw. Ja, ik zou weggaan, het is een beetje killzone hier. Ja, een beetje jammer dat ik niet meer kan rennen. Ja, kan je zorgen dat een medic hier komt ofzo? Ja, dit is Sio en Alpha, ik wil dat jullie medic nu naar MG positie gaat. 1 in 8, 1 in 5. Oh, het was wel handig geweest als die unit markers waren. Onze medic is hier bezig. Oké, dan hebben we minder support, want ik kan echt een fuck doen hier op dit moment. ICO begrepen, totdat jullie medic hier is geweest, hebben jullie beperkt support. Sorry, laatste bericht. Oh, I died. I did. I did it. Oh. Copy that. Sport, sport, sport. Yep, sport. Wachttoren is neer, wachttoren is neer. Dit is Alpha en LMG team, BF5 westelijk, voor mij ook voor jullie positie komt de groep. Ik ben gerespond. Moet ik even snel opkomen halen anders? Ja, er staan nog genoeg voertuigen, dus ik pak al een ventje. Oké, ik heb de hele kitty, it's mine. No end. I'm just flying to 100 km per hour now. Sasha, kan je me horen? Sasha, kan je me horen?
Bengbeng. Yes. Ik ga gewoon via de noordenkant, kom ik terug naar de EO. Ja, ik was mijn wiel kwijtgeraakt. Oh, great. Vang ik het wiel? Mist hij een half wiel? Ja, dan gaat hij nog 10 kilometer per uur. Zal ik wat zeggen? Ik heb mijn ding tegen een klein bruggetje aangeknald. Nu heb ik geen wielen meer. Physics and armor tegen een modded vehicle. Amazing. Is er geen stoppertje? Oh. Dit is Alpha hier. Alpha CO. Hier CO, ik ben net juist gerespawned. Bingbing, ben je nog op respawn? Nee, ik ben aan het rijden. Oké. Okay. We zitten maar bij de kruising die we toen gemist hadden. Ja, ik zou zeggen, ga niet te hard op de meest noordelijke weg, want ik ben tegen stenen bruggen geknald en ik mis een wiel nu. Maar ben ik ook te hard doorgereden. Ja, ik ben via de noordkant. Jij volgt zeker de hele weg nu van de truck. Truck. Ja, volg jij de officiële truckweg of de weg die we hebben gevolgd, zeg maar? Ja, de truck volg ik. Ja, kom juist de andere kant. Ik bedoel juist het eerste plan wat Peck deed. Staat gemarkeerd. Ah, ja. Ik weet niet of het toch echt zin heeft, hoor. Voor mij ook niet, maar ik loop er maar gewoon heen. Ik hoor vecht nog, ik hoor explosies, ik zie het wel. Sascha, hoor je me? Yes. Was je ook gerespawned of ben je nog op de EO? Wij zijn terug richting de EO aan het gaan. Oké, hoogste puntje. Hoogste
punt. Ik ben hier op een ding, dus ik gewoon kijken waar ik ben. Hé? Oh, daar zit ik, dus ik moet nu die kant op. Oh, ik ben echt zo ver gelopen. Ik was daar gecrashed. Elementen in de CO, teams bij elkaar rapen en poging 2. Voor mij is iedereen gewiped. Nee, we krijgen geschoten vanuit het noorden. Ja, ik vanuit het zuiden. Ik zit op het meest noordelijke punt nu van de hele quarry. Mogelijk goede support geven van deze locatie. Ja, gewoon doen. We zijn heavily pinned hier op dit moment. Waar zitten jullie van de quarry? 3 hier. Nou, je zit er nog heel op laag, ik zit heel hoog. Oké, ik probeer kijken wat ik kan doen. Ja, probeer die gasten. Wipe, ze zijn echt gewoon hard aan het pinnen op dit moment. Ja, ik heb heel weinig zicht vanuit mijn kant, want het zit precies op een heuvel. Mijn staat ik op de kaart, ik zit meer links van je. MMG, dit is CO. Ik gooi even een groene smoke voor je neer, dan weet je waar ik zit. CO, dit is MMG, riep je mij? Ja, dat klopt. Wat is jullie status? Alpha 1 is zo'n beetje gewiped. CO-MG, ja, we zijn een beetje verspreid. We leven alle drie nog, maar zijn her en der. Ja, hier, CO geven. Dit is al verliefd, ik ben zojuist gerespawnd. Ik kom hier die kant op. Doe je zoveel lol wachten? Volgens mij waren er een aantal lui die ook dood waren. Grappie. Ringwing, zie je de smoke? Negatief, maar ik kom wel dichterbij. Ja, ik heb zicht op smoke. Sasje, wat staat beneden? Ik zie een grote rookpluim. Nou, iedereen is gewiped die juist gerespawnd is en ik ben ondertussen gepind. Ik zou echt wat hulp bij hier in het zuiden kunnen gebruiken op dit moment.
Ik wacht wel tot Pingwing hier zo is, dan probeer ik wel naar het zuiden te komen. Want ik moet zeggen, als je zo naar de heuvel kijkt, niet naar de prison of dat de stad zeg maar, dan is alles clear. Nee, het zuiden is nog een klasvak. Ja, maar hierboven niet. Lekker clusterfuck hier zo, de tering. Ja. Ze hadden de reinforcements iets te snel ingeschakeld. Iets? Iemand al in ons lijkt het rustig te zijn hier. Ingerend. Holy shit, wij met z'n tweeën werden zo snel gewaaid door die patrol die hier liep. Ja, weet je hoeveel man er achter ons zat? Achter ons? Ja. Ook, fucking hell! Ja, dat was die reinforcement. Iets van 8 man. Het was de bedoeling dat ze pas kwamen als we allemaal in het dorp waren, maar omdat we zo'n gesplitste push deden. Ja. Jezus. We were fucked. Dus we zijn onderweg. Leef je nog? Ja, ik leef nog 1-8, 1-5. Ik trek nu richting het noorden. 1-8, 1-5. Oké, hij begint omhoog te komen. Ietsje dichterbij moeten doen. Je had er een ergens beneden moeten doen. Ja. Ja. Ik, hindsight, die heb ik getest. Flanders. Die zegt niks. Ja, markeer even mijn positie met oranje rook, moment. Begrepen, we zijn bijna bij de rand. Gemarkeerd. Oké, ik zie het. We zitten iets meer noordelijker van je. Heel klein beetje zelfs. Hallo. Hi. Dus, ik had meer noordelijker, had ik beter gezicht over dat hele dorp daar zo. Fucking hell, ja, en alles wat hier beneden is gelukkig uitgeschakeld, maar... Toch. Ja, CO, dus hebben we geen. ICO, ik ben net gerespond, zeg maar. CO, dus hebben we geen. Alles lijkt rustig te zijn, om en nabij de gevangenis. Zusje. Oké, Roger, zie je verder nog iets? Hé, wat? Ik zou zeggen, gewoon noorden. Ik had ook heel veel goed zicht in de quarry. Ja, laten we dat dan zo. COMG1, nee, we hebben verder geen zicht op dingen. Volgens mij kan je nu gewoon doorheen walsen. Meest van de competitie is wel uitgeschakeld. Wij MZ-team zal zich ten noorden van de quarry verplaatsen voor Overwatch. Ja, hier CO begrepen. Alpha, kom er eens in. Alpha, here you go. Hey CO, zoals je meegeeft, MG in het Overwatch op. Ik wil dat jullie het werkkamp nog even geclear. Zoek de intel en eventueel nog verzet uitschakelt. Koffie. Hier is Shot en Alpha 2. Ik heb een zeg maar een soort van gecombineerde groep van Alpha 1 en Alpha 2. Vier man die nu de compound naartoe gaat. Het is een beetje een soort van mix en match voor. Hier wel wacht of niet? Nee, ja, ik had toen ik daar boven zat, daar was heerlijk gezicht. Heel ver weg. Ik zie wel werkers daar, een beetje een glitchen. Ja, ik kan die... Ja, ik kan zo stationary staan. Ik kan dat daar zo, kan ik ook goed in de gaten houden. Iets meer zo, yes. MZ en alle eenheden hebben locatie gemarkeerd met de kaart. Drie watervrachtwagens, zie ik twee pakken. Dat is 118107, ik herhaal 118107. Wat zei je? Bij die twee watertrucks, zie je ze? Ja, dat zie ik zeker twee. Ja, en dat zie ik ook. Oh, dat zijn guard bij die toren inderdaad. Ja, twee inderdaad. Laten we dat gewoon voor Alpha. Dan, Ja. Ja, ik zag nog wel wat in dat kleine mini-stadje daar, zo zag ik wat lopen hoor. Kijk waar het zat. Ik zie één friendly in het dorp. In het dorp? Wat?
Ja. Ik zag het net ook al, die maar... zijn, Dat niet op speaker? Friendly. Okay. Ik hoorde niks. Drie stuks. Precies. Ja. MG en friendlies in het dorp, we hebben zicht op jullie, ja. Short? Ja? Short, ben je Alpha 1 of Alpha 2? Ik ben Alpha 2, maar we zijn een beetje een mixed match hier. Oké, Alpha 2, dus MG 1. Wij zijn op 118107. Als het goed is, kun je ons zien als je naar het noordwesten kijkt. Wij hebben zicht op twee packs, die hebben we speciaal voor jullie. Die staan bij de twee water tanks bij de guardhouse in de quarry. Voor de rest is de clear out, wat ons betreft. Over twee kopjes. En voor mij is dat over één leader. En dat is short, dat is over twee. Ja, maar voor mij, ik hoorde net niks over de Dutchie, zeg maar, en die is over één. Kijk, het is maar. Yep. Zijn ze... Lekker in de gaten houden. Yep, I'm your stalker. Ja, niet alleen nu, ik zit ook gewoon op zich gericht. Kijken wat ze aan het doen zijn. Beetje mierhoop is dat nu. Is dan een beetje wat... De laatste shit die we moeten hebben, of niet? Ja, letterlijk die twee. Die twee in Zuiverdorp. Dus. Ja. Afstand zijn? Komen ze er buiten. Deze twee is het, meer niet. We hebben één hoor, dat is ongeveer oh, zeg een spot. 150 meter. Ja. Half twee, dus MG1. Je wordt gestoken uit de kast van de koor. Wil je dat wij je assisteren? Half twee, dat is zeer erg. Doe maar. Dan probeer je niet de zes van gevangenen te schieten. Bid 5, dit is jullie zussen. Hot dood! Thank you! Uh-oh. Oh. Ik zou zeggen, geef door dat de civies redden. Alpha 2, de 71, er zijn nu civies bij de water tanks, pas op. Alpha 2, copies. Alpha 2, hier, de civies komen ons kant op. Oké, cool, we hebben het gehaald. Ja. Ik weet niet wie daar schiet, maar dat is Siffy. Nicely done, you killed the Siffy. Ik weet toch niet dat ze mij afkomt. Oh. Ik weet dat het een... Dan had ik maar... Wacht, links van de weg daar beneden. Oh nee, friendly. Friendly is beneden. Weet je het zeker? Ja. Ik heb toch twee pelts. Ja, weet ik, maar zolang zij niet los schieten, vind ik het best. Ze hebben wel Zivi neergeschoten. Ja. Ook even hier is al 2, de lijkt redelijk veilig gesteld. Ja, al 2 met die copies. Volgens mij zitten jullie nu al Zivi's neer te schieten op dit moment. Nope. Wordt erin uit dat huis daar neergeschoten. Oh god. Het is. ICO, iedereen die civies doodschiet is slecht bezig. En friendlies dan? Oh, oké. Okay. Nee, friendlies niet? Oké. Okay. Nee. Friendlies ik wou eigenlijk kijken of ik zo die field die... Oh, okay. Shit! Noord. Dank de noorden van onze positie, zijn ermee bezig en iedereen is neer. Bye! ICO aan Alpha van Sitrep. Nog gevonden. Weet je niet.
happened? Twee RPG's! Lol. Wij werden zo zwaar bestoken uit het niets. Hij ging echt gewoon vol schieten en opeens twee RPG's en Sasha Bai. Die rende voor zijn leven. Alpha incoming RPG. Oh god. Het is nu één ja. RPG fest daar, zo volgen maar. Even in Zeus kijken wat ze aan het doen zijn. Oh, kon ik dat maar. Alpha MG, je hebt hem net op tijd uitschakeld. Kopje dat. Ik wacht even tot het all clear is en dan gooi ik hem af, want ik heb op 11 uur een D&D sessie. Oh, god. Het laatste stukje moet ik wel zeggen, was echt chaotisch. Oh, alsjeblieft, hou op. En dan gaat het helemaal lekker qua communicatie en dan echt op squad niveau bij Alpha. Volgens mij gaan daar echt dingen mis, jongen. Ja. Maar dat komt ook denk ik omdat het hele rezootje ongeregeld is. Dan denk je dat ik met jullie mee ben gegaan. Ja. Waarom denk je dat wij ook nog twee keer dood zijn gegaan? Ik moet zeggen, Sasha heeft toch best wel nice overleefd bij de eerste keer, door. Alpha, one, mogen jullie bij een medic? Hey, Pingwing. Hi, ook al dood. Mooie RPG's, hè? Ja. Ik heb Alpha, MG1, laat maar zitten. Dood. Holy shit, ik zag er één komen. Ik zag ze van dood. Ik hoorde een tweede. Sasha was inderdaad niet dood. Ik hoorde er later dat... Wij zijn terug naar 1, spraakcontact ten noorden van onze positie. Hebben daar vuur, zodat hij nog RPG is in Alpha 1. Ja, ik hoorde net over de long race dat Alpha 1 ook opeens een RPG kreeg. Dus van, oh, ik hoorde dat op mannen radio. Ja, ze zijn er happy mee. Ik weet het ook niet. Ik wilde ook inschieten. Oh. Ja, waar ga jij nou heen? Ja, hier zie je aan alle eenheden. Ja, het ziet eruit dat wij onze objectives gehaald hebben, indien mogelijk terugtrekken naar veilige locatie. Oh. Gewoon kijken. Kan je een RV op de map? Hi. ICO, dat is echt compleet aan jullie op het moment. Ik ben niet op het slagveld en ik heb geen idee precies wie de contact vandaan komen. Zullen we terugtrekken naar het vorige objective, het dorpje? Op Rijkrand. MG en route. Smoke gaat gewoon door onder water. That's not how reality works. You never know. Oh god. Kom maar op met FPS, ik heb ook nog wat. Ik heb hier geen last mee. Als ik in de jungle rondloop, nope. Nee, hier valt ook op mij. Maar deze loodsen ook, hè. Deze zijn helemaal niet eens in de game normaal. Nee. Dat heb ik allemaal met neergezet. Daar sta je bekend maar voor. De standaard, ja, maar de standaard loodsen hebben niks. Daar kun je niks mee. Je kan er niet in of wat dan ook. Dus wat moet ik dan doen? Ja, ik moet gewoon netjes zeggen en dan iets hebben van nou, dit wat? Dat is de map ga ik nooit gebruiken. Oei. Short gaat mee doen, hij gaat ook vapen. Vape grenade, we know mate. It, you vape. Precies het nummer dat ik in mijn hoofd heb. Ik heb hem van je afgepakt. Ik kan hem van elkaar afpakken. Hi. It's gone. Dit is CEO en Alpha, zijn jullie veilig teruggetrokken? Vraagteken? Ja,
alleen niet je magazijn eruit halen. Dat kan in dit spel maar net niet. Zei je iets? Dit is CO en MMG. Zijn jullie veilig teruggetrokken? Ja, MMG is half dood. Echt hè? Helft is dood. CO, dit is MG. Yes, teruggetrokken. Mark RV. Ik zie nog wat gasten al hier rondlopen. I think we can call it. Yes, let's go with het geband. No, bye bye. Hey, let me in, let me in. No, no, bye bye. What? I'm alive! Fuck you. Fucker Pinkpink, je geeft me nog over. Ik geloof dat ik nog nooit zo vaak ben doodgegaan. Ja, dus ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb je vier keer gesiept. Mag ik alvast even zeggen, als ben ik, is het praktisch onmogelijk als iemand bloed verloren heeft met deze template dat je hem nog opkrijgt. Klopt. Het gaat te snel. Ik ga er naar kijken. Ik ga er naar kijken. Wat zijn de A-settings?